Hey mensen, je kijkt naar Spooky Sessie 11 en welkom bij een nieuwe livestream. Het is vandaag tijd voor F1 Manager 2024. We gaan weer even lekker Formule 1 simuleren en dit keer is het in de Miami Gardens. Wat echt super funny is to me, de Miami Gardens. But yes, we are playing in Miami. We gaan naar Amerika toe. Holy moly, wat een knapperd. Oh. En ja, ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben op dit moment. Kreeg je nou een melding? Nee, ik wou de YouTube-stream aanzetten, maar ik drukte verkeerd. Dus dan doet je Windows plingelingeling. Het is altijd kerst bij Windows. Die doet altijd plingeltjes. Die doen altijd de jingle bells. Waar je ook maar verkeerd op klikt. Als het dan zo'n mag niet methode is, dan weet je waardoor dat komt. Dat komt gewoon omdat ze dan zeggen, ja, hey, dat is allemaal cool. Het is allemaal leuk en aardig. Maar nee, doe maar niet. En dat is precies wat daar gebeurde. Ik klikte verkeerd. Hoop dat alles goed met je gaat, Thomas. Het zal wel vast wel heel veel spanning zijn. Vorige keer hadden wij met Daniel Ricciardo ons doel weer gehaald, maar helaas geen punten. We blijven een backmarker team natuurlijk. En met Oliver Bearman hadden we heel veel moeite om überhaupt de positie te behalen die we willen met hem. Dat zorgt er ook voor dat we nu een andere mentaliteit hebben, waar Daniel Ricciardo in een hele goede swing zit, door natuurlijk die geweldige puntenplaats waar deze week een TikTok van online is gekomen. Dankzij Thomas een reminder. Dankjewel Thomas voor het reminder. En Oliver Bearman, die is neutraal. Zo hebben we de meeste mensen in neutraal, maar we hebben niemand in een hypernegatieve vorm. Niemand is in een negatieve bui. Niemand negative of demoralized, wat je nu net niet ziet, maar dit is negative 0, demoralized 0. Nu zie je dat in het midden. The biggest issue for Pat Fry blijft nog altijd de car's performance. Maar hij is positief over zijn team performance, neutraal over zijn personal situation en negatief over de team principle. Positief zijn ook onze affiliate driver. Die vrouw die is lekker bezig namelijk, die affiliate driver. Dat is wel heel grappig, want die vrouw die rijdt nergens voor. Deze Holly McLeod. Die is 49 overal. Dan is die Christa Keuler die we hier hebben met haar 78 overal, is gewoon hoger overal dan Bearman. My god, Christa, wat de heck? Zij is overal positief, behalve de team principal. 19 jaar oud en nu al zo sterk. Christa Keuler. Ja, dat ziet er wel uit als een life hack. Haar contract expired wel within a year. En we gaan mogelijk ook nog horen over Kimi Antonelli. Oh, lekker bijkomen, Thomas. Iedereen in de game haat mij. Ja, nou ja, ben het gewend. Verder hadden we wat onderdelen die zijn gefaald. Een nieuwe voorvleugel is gefaald en suspension is gefaald. Nou hebben we natuurlijk voor suspension, ja, dan moeten we eigenlijk gewoon maar nog een nieuwe voor manufacturer, want er komt geen nieuwe aan. Maar dat zou dan over 8 dagen zijn. Hebben we toch nog een beetje extra suspension. Ondervloer die blijft nog een beetje spannend, want we hebben maar 1 dus available, aangezien we hebben de 3, maar we hebben 1 spare one. Die onder welke dan ook kan komen. Maar een nieuwe ondervloer is klaar over 5 dagen. Die we dan nog moeten manufacturen. Maar die manufacturen dan waarschijnlijk te laat. Of we moeten veel geld er tegenaan gooien. Misschien moeten we dat wel doen. Eerst geld er tegenaan gooien om meer geld te verdienen. Bruh. Na alles wat Daniel Ricciardo heeft gedaan. En hij heeft het goed gedaan, de laatste 2 races. Gaat nu zijn rating omlaag? Hallo? Maar bruh. Ondervloer is dus manufactured. Oh ja, we hadden ook nog een nieuwe ondervloer manufactured. Dat is een beetje dom. Kimi Antonelli heeft een counteroffer. They've come back with a counteroffer. Make counteroffer, they won't wait, so
Take a look and reply. Reply. Ja, maar dan moet ik dit doen, toch? Dit is wat hij wil, met een buyout fee. The cost that must be paid in order to break the candidate's contracts. Dat is niet veel. Dus dat is wel fijn. Ja, de signing bonus is een stuk minder geworden. Salaris 1,4 miljoen valt ook nog wel mee voor 5 hele seizoenen. Maar nu heb ik hem weer dezelfde proposal teruggegeven. Dus ik weet niet waar ik dat moet accepteren. Ik doe dit waarschijnlijk helemaal fout. Ja. Nieuwe ondervloer. We hebben nu 4 van deze design. Dat klopt. En Ricciardo gaat met een performance loss. Omdat zijn cornering met 2 omlaag is gegaan. Zijn reactions met 1 omlaag. Zijn accuracy. Jeetje mina. Waarom zo mega nerf dan ook? Dat vind ik raar. Dat vind ik apart. Je zou zeggen met goede performances. Ook in de punten gekomen. Heeft Daniel Ricciardo het helemaal aan zijn broek hangen. Maar nee. Dat heeft hij niet. Wat annoying. Ik volg het allemaal niet meer. Ja, kom door zijn leeftijd. Maar je zou dat toch wel tegen moeten kunnen houden. Anders dan ga je alleen maar elke keer weer naar jonkies kijken. Alright, we hebben een nieuw chassis dus. Maar chassis C2... duurt 10 dagen om te completen. En als we rushen, duurt het 7 dagen. En emergency, dan kost het ineens 4 miljoen. Should only be used if a car part is needed today. Ja, in a way, snap ik dat wel. Eerste car part in 10 dagen. Om de 10 dagen een car part. Ja, ik denk dat we het gewoon normaal moeten doen. En dat we bij de volgende Grand Prix pas de nieuwe chassis moeten fixen. Dat denk ik wel. 20 dagen is Imola, dus dan hebben we al 2 ervan. Dat is wel mooi. Dan heb je sowieso 2 van de nieuwe upgrades op Imola. En Imola is dan wel een mooie baan ervoor, dacht ik zo. Alhoewel, het is wel top speed, engine cooling en DRS effectiveness. En engine cooling hebben we heel hard nodig. We maken er 4 in totaal. Of nee, weet je wat? We maken er 3 in totaal. En er is ook een nieuwe ondervloer. En dat zou helemaal fijn zijn, deze nieuwe ondervloer. Maar... als we die rushen voor 600.000 meer, dan zouden we een nieuwe ondervloer kunnen brengen naar Daniel Ricciardo's auto. Dus dat gaan we doen. We rushen de 3. Ja. That's what we're doing. En dan hebben we, als het goed is, weer een nieuwe kans om te designen iets. Moeten we natuurlijk altijd eerst even kijken weer naar hoe onze low speed is nog altijd echt het slechtste. De low speed corners, en daar heb je er nogal veel van. Dus ja, waar kunnen we low speed het meest verbeteren? Tire preservation is ook nog wel... het is nog steeds wel heel cool om de voorvleugel nog een keer te verbeteren. Oh, we hebben geen uur. Over 2 dagen is het pas de nieuwe. Oké. Ach ja, we kunnen ook research nu doen natuurlijk. My god, moeten we ook nog naar gaan kijken. Researchen naar volgend jaar. Daar kan je ook je uren naar doen. Als je denkt van, doe maar niet voor dit seizoen. Volgend seizoen beter. It is true though. Volgend seizoen beter. Haas is echt gefaald in mijn safe, zegt Koen is top. Oh. Designs completed. We know. Nieuwe ATR periode. Start today. We know that as well. Ja, het lijkt me handig om de frontwing te gaan researchen.
voor volgend seizoen. Toch iets meer ook naar volgend seizoen kijken. We moeten wat gains krijgen op de voorvleugel. Voor ook de low speed corners. De low speed performance moet flink omhoog. Dus daar focussen we ons op. Excuses. Maar we kunnen natuurlijk ook weer wat gaan designen. En we hebben alleen geen nieuwe suspension gedesigned. En die kan ook de low speed verbeteren, zo te zien. So I'm a fan. Weet je wat? We gooien alles op dit design gewoon. Waarom niet? Gooi gewoon alles een keer erop. Dikke drag reduction. Optimized cooling. Oh damn, tire preservation gaat dan met 17% omhoog als je puur op tire preservation doet. That's crazy. Ik wil low speed verbeteren, dus ik denk dat ik dit ga doen. Tire preservation, dat doet het wel oké, vergeleken iedereen achter ons. Dus gooi hem maar op de low speed. Vijf engineers mogen ernaar kijken. Dan is hij over 24 dagen klaar. Dat is net voor Monte Carlo. Zes? Dan is hij klaar in 22 dagen. Maar dan hebben we ook niet genoeg tijd voor Montreal. Dus dit komt allemaal naar Monte Carlo sowieso. Want ik ga dit niet rushen, want dat kost ons te veel geld. Dus dan kunnen we het beste als Monte Carlo in 25 dagen is. Dan mag het wel daarna klaar zijn. Ja. Alright. Nou, dan hebben we dat allemaal gedaan. Weten we meteen waar we aan toe zijn. Want we kunnen niet meer onderdelen maken. Suspension heeft dus weer even één extra. En die krijgt dus een compleet nieuwe. Laten we hopen dat twee extra suspension parts genoeg zijn. Dus dat is ook nice. Dan raakt net daarvoor. Oh, we hebben weer een driver development update. Oliver Bearman heeft betere overtaking en betere reactions. Maar Danny Ricciardo heeft een nerf all around the board. En het is april in Formule 1. Haas heeft een HQ-update. Spotlight on Alpine. En de standings. Dan moeten we onze pitcrew weer gaan trainen. Maar die hebben dus helemaal. Die zijn helemaal wary nog steeds. Hun fatigue. Lijkt me nog steeds niet slim. En als je dit doet, zijn ze exhausted. En dan gaan ze helemaal fouten maken. En ik hoop al überhaupt niet dat we fouten gaan maken. Dus zouden we nog één keer fatigue reduction moeten doen? Maar ja, dan gaat de pitstoptijd weer naar beneden. Dat is jammer. Kansen op fouten gaat met 19% omhoog. Ik vind het wel nice dat we geen fouten hebben. Want ik vind fouten altijd verschrikkelijk. Zo zouden we, als we pitstoptime doen, dan zouden we 42% meer kansen op fouten voor min 0,04 minder pitstoptime gemiddeld. Like, bye. Omdat ze zo moe worden. Ja, we zitten elke keer rond dat. Carbuilding tijd. Oh, setup bouwen tijd is dat. Dat is ook wel cool. Doe dit maar. We gaan nog een keer fatigue reduction doen, want ze zijn zo moe als maar kan. Hey Alex, hoe is het leven? How you doing? Het is tijd voor de Miami Grand Prix. Lando Norris aan de leiding in het kampioenschap. Het is bizar. Maar we gaan eerst
nog even kijken naar safety car kans. 50% wordt weer warm, zo te zien. Pitlane time loss, 24 seconden. Nou, netjes toch? Looking good, to be honest. Looking good, looking good. Hebben we nu nieuwe suspension? Ik bedoel, nieuwe... Wat was het nou? Chassis? Ik weet niet eens meer wat het was. Ondervloer. Ja. Eén nieuwe ondervloer hebben we. En dat brengt Ricciardo zijn auto... bij in de low speed niet meer op plaats nummer 19. Moet je niet nog dingen vernieuwen van je auto, dus ontwikkelen? Huh? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik doe altijd gewoon dat ze te veel rust hebben, zodat ze weinig fouten maken. Ja, ik zie dat mijzelf ook heel snel doen, want ik vind het een beetje gek. Ook al ben ik niet voor de serieuze performance ding, ben ik wel mezelf aan het immersen om een goede performance te hebben. Yo, die Christa Keulen, jongen, die gaat hard. Deze vrouw, die gaat zo hard. Kunnen we haar niet upgraden? Naar de Formule 1. Want zij rijdt niet echt verder. My god. Goed bezig, hoor, die Christa Keuler. Allereerste vrouw in de Formule 1. Vrouwen in deze game. Jazeker, heel veel vrouwen in deze game. En AI-gegenereerde drivers. Je kan tiddies in je main team hebben. Dus bijvoorbeeld je voorvleugel verbeteren. Dat waren we aan het doen, Thomas. Ik weet niet waar je naar hebt gekeken, maar dat hebben we letterlijk nu allemaal geprobeerd te doen. En de voorvleugel hebben wij voor volgend jaar, zijn we die aan het bekijken, zodat we meer gains kunnen pakken. Alright, wat vinden we van Miami? Wat vinden we van Miami? Wat wordt onze car performance? 14e of hoger voor Ricciardo? 16e of hoger? Of 18e of hoger? Oeh. Echt, hè, Tom Ajax. Die zegt op YouTube, wat een race was het op het einde. Dat iedereen uitviel met problemen. I know. Gaan we all in? Voor de hoogste reward weer? Of gaan we voor de gemiddelde reward? Ja, 14e of hoger. Ik bedoel, hij is 12e geëindigd in de vorige race. Hij is 9e geëindigd in de race daarvoor. Wel met geluk ook een beetje. Maar we need the money, man. We moeten hem gemiddeld doen, denk ik. We moeten hem gemiddeld doen. Meesten zeggen 16. En Ollie Bearman, die haalt vaak 18e of hoger al helemaal niet. Dus zullen we maar voor de 20ste of hoger gaan, zodat we in ieder geval money krijgen? Want ja, met Oliver weet je het maar nooit. En zou je zien dat hij het nu makkelijk haalt, 18e of hoger. Maar ik durf het niet, man. I do not dare it yet. Helemaal niet naar wat de vorige race is gebeurd. Touchdown in Miami. Regen in Miami. Nou, lekker. Ik call één Ferrari en één Aston Martin crash. Echt? Nou, dat hoop ik niet. Het is alleen heavy rain op de Friday. Saturday is cloudy. En Sunday is clear skies. Oi, oi, oi. Ja, ik dacht, zullen we dan Christa Keuler maar even uitproberen op de plaats van Ricciardo. Maar dan heeft Ricciardo dus geen trekacclimatisatie daarvoor. Oké. Okay. Maar laten we Christa Keuler even wat tijd gunnen, want die is 19 jaar, megatalent. Dat is de nieuwe Ayrton Senna, maar dan vrouwelijk. Niet normaal, joh. Hoe ongelooflijk goed die is. Maar ja. Zij mag practice 1. Regenmorgen. Nee, hij had het over Zandvoort dat het daar regent. Oh, wow, 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 wow. Het is een sprintweekend weer. Oh, god. Kunnen we niet... Dit is misschien niet slim dan om...
Oh, nee, nee, nee. We gaan weer sprintracen natuurlijk. Dan moet die setup heel snel heel goed worden, hoor. Hé, hey, maar is die sprintrace... Oh, nee, die is op... Oké, okay, nou ja, setup extra snel hopen dat we hem kunnen nailen. Dus gaan met die banaan. Spooky Racing Team is ready to rumble. U nummer 38, Beatrix. Weer sprintrace. Waarom hebben we elke keer sprintraces? Waarom vergeten we dat hier ook? Ga je dit weekend nog even een Dutch Grand Prix kijken? Ja, tuurlijk ga ik wel even kijken. Oké, dat is loud and clear. Daniel, I didn't hear your radio check. Radio check? Ja, Daniel Ricciardo is helemaal stil. Oei, 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 oei. Jezus, wat ligt er allemaal om dat stadion, joh. The I can barely hear you. Oh, what the fuck? Radio check. Oké, okay, ze hadden even problemen met de radio bij Ricciardo. Dat was zo droog. Ja, Formule 1-auto's klinken tegenwoordig al helemaal niet meer mooi, Alex. Die klonken vroeger wel echt geniaal. Oh. Oh, ik weet niet hoor. Sprintrace weekend? Dat wordt wel naar. Hoe zit het trouwens met de Engine ARS Gearbox? Oké, die is wel oké bij Berman. Oh ja, daar hoeven we geen zorgen om te maken voor dit weekend. De engine en de ERS en de gearbox, die natuurlijk nu allemaal echt als... We draaien die motor meteen weer over vet, hè? Verschrikkelijk. Want die engineware gaat zo snel nu je ook mechanisch falen hebt. Maar wij hebben een engine cooling probleem. En het is bijna 40 graden op de baan, terwijl het ook nog regent. Het regent op 28,4 graden buiten. Oh... Onze motor heeft het constant zwaar op die banen waar het zo super warm is. En het is echt heel warm, alhoewel de track temperature nu wel heel erg naar beneden gaat. En dan maar de motor wat minder hard draaien. Everything okay? Uh-oh. Onze setup is bad. Understood. Dan moeten we meteen proberen daar een verschil aan te breien. Proberen een verschil te maken. Damn. Maar misschien zien we het wel meteen. Bold choices, bold choices, bold choices. Vind het best heavy. Nou ja, laten we dit hopen. Zoiets toch? Precies zo. Nog een keer naar buiten. Go, go, go. Goed. How is the car balance for you? Yep, everything felt good. Dan kunnen we ook nog opfucken dan natuurlijk. Oh, damn. We zaten met veel geluk al echt wel goed. Maar ja, dit is zo'n groot balkje bij straights bijvoorbeeld. Dat is nog heel moeilijk om te zeggen welke richting het op moet. Very hard to say. Oké, dat gaat nooit werken op deze manier. Oh, dus dan zou je zeggen dat we in ieder geval een beetje die kant op moeten. Want dan kunnen we dat doen. En dan kan deze nog net daarin. En dan kan die... daar naartoe. Ja, moet maar zoiets proberen dan. This would make sense. Als het zoiets is. Vond wel grappig hoe Max recht voor mijn neus spinnen toen ik de crowd in kwam. Voelde alsof ik hem had gejinxed. Dat doe jij altijd. Oh man. Sprintweekend heeft mij hier toch wel een beetje gestrest nu. Waarom? Het weekend heeft zo'n leuke opzet zonder sprint. Maar nu is het allemaal snel, snel, snel. Fix die auto, maak hem goed genoeg. En ja, alsof wij punt kunnen halen in een sprint weekend. Dat
Dat is dus ook nog het ding. Van die sprintrace, veel te weinig tijd dat er gekke dingen gebeuren, dat we ineens in de top 8 komen voor punten. Dus ik vind dat eigenlijk altijd een beetje jammer. Want je hebt toch het gevoel van, als je dit heel erg meta zou spelen, van gooi alle slechte onderdelen erin, want het maakt toch allemaal niet uit op dit moment. Dus zet alle slechte onderdelen in je auto en dan heb je een betere wear erbuiten om in de normale races. Maar dat, zo speel ik niet, want dan ga je echt op de game spelen. En ik speel dus niet op de game. Maar we spelen gewoon immersive. Maar ja, wat zijn je kansen? Voor punten dan, hè? Voor punten. Ik denk dat we niet veel kansen hebben voor punten. Maar je weet maar nooit. Maar joh, weet je hoeveel low-speed corners er zijn? Ricciardo heeft wel een betere auto. Verslaat in de low-speed corners toch weer wat meer. Och, de track is now dry. Ja, we zijn helemaal dry. Maar ze zijn zo close. How's the balance? Great balance. Everything's pretty stable. Nice one, guys. Love that. Understood. Rain has stopped. Dat snapt hij. Waar zijn we? Oh, yo. Dat is best wel sad, dit eigenlijk ook, at the same time. Maar in another universe is het ook alweer heel cool. Maar of naar links of naar rechts. Ik durf traction en straights nog niet echt te verbeteren nu meer. Maar ik denk persoonlijk dat dit een betere setup kan zijn. 9 van de 10. Alhoewel, ik zie ook dat we hier verkeerd zitten nu. Dus we gaan misschien de andere kant op. Als we dan die switchen daar naartoe. Dan gaat traction helemaal verkeerd. Want dat is anti-rolbaar. Ik bedoelde meer als we die... Nou ja, dit zou het ook zomaar kunnen zijn. Het enige nadeel is, ik kan alleen die kant op. En dat werkt dus niet. Dus zo weet ik dat dit niet gaat werken. Maar dat kan wel. Het kan wel zo. Ik ga dit gewoon proberen. Niet te moeilijk doen. Gewoon nog even wat geks proberen. En Berman ook gewoon hopen dat het een beetje goed gaat. Wow, hij is nog steeds... Het lukt hem niet meer. Zijn banden oververhitten. Wow. Ja, call hem in dan maar. Oh, setup is great. Yeah, I'm happy with it. Ik snap het hoor, waarom. Tuurlijk snap ik waarom. Maar dan nog. 91%. Scheisse. Zo weten we dus niet waar we naartoe moeten met de traction. We weten alleen wel dat dit ding daar moet. Nou ja, zoiets proberen dan, hè. Danielsson. Oh man, love that. Kan niet wachten op het tweede gedeelte van Cobra Kai. Wat toevallig, ik heb een shirt aan. Misschien werd je daarmee door geïnfluenced. Omdat ik het shirt aan had van Cobra Kai. Ricciardo moet ook de nieuwe auto natuurlijk leren kennen. Want hij heeft dus een compleet nieuwe ondervloer. Die we toch een beetje hebben gerust in de hoop dat Ricciardo meer kan doen. Undercover influencer. Ja, wat is, daar is een term voor. Ik weet alleen niet... Ik weet niet even meer wat die term was. Ik ben even de term kwijt, maar er is een term voor. En het gebeurt met elk persoon op aarde elke dag. Heb ik helemaal geleerd over ook reclame maken en zo, maar ik ben het allemaal weer kwijt. Ricciardo, gewoon op de softband even naar plaats 6. Niks aan de hand. Told you, niks aan de hand. En ja, deze preparation voor de sprint qualifying, dat ziet er natuurlijk een beetje slecht uit. Maar dat komt nog wel. Oh my god, in de regen. Het is wel natuurlijk op die dag zelf. Het is niet de volgende dag. Dat is normale quali. Oh my god, het regent nog steeds. Moderate rain. Het 3,24 mm. Jeetje, Mina. What are we doing here?
Wat gaan we hier doen? Het regent heel hard. Nou ja, ik ga de setups gewoon zo laten voor nu, want we weten niet of het goed is. Maar kan ik niet het beste weer een langere runplan doen? Dat leek voor mij heel goed te werk. 3 rondjes? Bij Ricciardo doe ik 2. Het is nu 3,22 mm. Hoe lager, hoe sterker. Wat verwachten we? We verwachten dat hij op het laatste moment minder wordt. Maar we hebben niet hele goede weerstation. Dus het kan ook zo zijn dat het niet zo is. Maar dan ga ik met nog 5 minuten te gaan, ga ik het gewoon doen. Of ik stuur Berman met 7 minuten, Ricciardo met 5 minuten. What the fuck, lijkt wel een race wat ze aan het doen zijn. Oh god, dan hebben we dit probleem. Ollie Berman. Rijdt in de outlap, heeft 19e. Dat is niet goed. Dat is niet heel goed. Hopelijk nu de volgende rondje van hem. Oh, we hadden geel. Competitor ran wide. Ocon met een lock-up. Uh-oh. Legit? Voor ons? En de car just locks. En je kan afford to do something like that when dealing with these sort of. Yo! Bro. Ocon is echt de worst driver in history op deze baan. Dat is in het snelle rondje van Ricciardo. Right? Nee, van Berman denk ik weer. Ja, van Berman. Hij zit er nog steeds voor. Oh my god. Op deze baan kan je weghalen. Ja, hij heeft ook Ricciardo in de allereerste race van mijn carrière. Heeft hij Ricciardo eraf gebeukt in ronde 1. Maar ook in real life hoor. Ja, maar nu zijn we aan het pushen terwijl we achter hem zitten. Nou, Berman ligt er sowieso meteen uit. Ricciardo heeft natuurlijk zijn persoonlijk snelste sectoren. Maar laten we hopen dat hij helemaal in de clear is. Daar lijkt het wel op. Ik denk alleen dat hij net niet een tweede ronde kan rijden. Dus dat is een beetje zonde. Of dit is al zijn tweede ronde. Nee, dit is zijn eerste ronde nog maar. Dus kun je nagaan. Hé, dat is raar. Maar hij kan nooit meer een volledig rondje daarna rijden. Dus we zijn te laat gegaan met Ricciardo. Met 5 minuten te gaan. Nou, laten we hopen dat Danny Rick met 1 rondje en extra benzine toch nog een beetje nette kwalificatie hier heb. Oh, waar gaat hij naartoe? Oeh, maar mensen moeten nog. Is het 1,6? Wat is het? Hij zit toch een 10e voor Hulkenberg. Nou, dit wordt moeilijk hoor. Ja, hij is klaar. En Berman, die heeft een niet betere eerste sector. Nou, ik geloof ook dat hij echt helemaal klaar is. Wel een betere tweede sector. Ja, maar hij heeft dus die guy voor zich. Ocon. Maar ik denk dat Berman sowieso al klaar is. Carlos Sainz op dit moment op pole position. Maar natuurlijk moet ze dan nog SQ2 en SQ3 doen. Max Verstappen. Ik denk wat gebeurt er met Max. Maar dat is de nieuwe manier hoe ze mensen voorbij laat. Helikoptercam. Danny Rick. Hij heeft dus een outlap. Maar Berman, kan die zich nog verbeteren? Het verschil was 2,5 naar de leider. Kan hij toch nog even de Saubers inhalen? Nee. Damn. Echt heel slecht. Oeh. Iedereen verbetert zich. Ja, Sargeant en Hulkenberg gaan er ook wel overheen. We zijn beide oud. Oh, Sargeant naar 4. Wat? We zijn beide oud. Ricciardo net iets te laat.
Die had meer tijd nodig. Toch geen goede strategie. Vorige keer was het een super strategie. Sergeant naar 4. En Guan Yu Zhou, die gaat toch niet uit de gevarenzone. Ja, Bottas ging uit de gevarenzone naar 9. Oh, what the heck. Dan gaat Kevin Magnussen naar de danger zone. Als Guan Yu Zhou dat weet te doen, hè? En hij weet het te doen. Oh. Van de algemene race is dat met je sponsorgeld. Dat sprint qualifying is extra. Vandaar dat. Maar als je toch geen kans maakt om punten te scoren, vind ik dat een beetje random. Damn. Uitgeschakeld. P18 en P21. Ouch. Gasly, Berman, Correa, Hulkenberg, Ricciardo en Magnussen. Oh joh, dan zou ik geen eens starten. Ja, dat zei ik dus. Van als je de meta wilt doen of een meta wilt doen, dan ga je ook niet met je nieuwste onderdelen rijden en zo. Want ja, je maakt alleen maar kans op fouten en op wear. Maar ja, omdat wij een immersive playthrough doen, ga ik het niet allemaal zo van, exploit van de game. Zo van, dan gaan we daar niks doen. Pardon? Fernando Alonso staat op pole position voor de sprint qualify. Met Yuki Tsunoda op 2. Yuki, de Japanner, staat gewoon voor Max Verstappen. Hé, wat is daar gebeurd? Alonso met een 1.38.4. Tsunoda met een 1.38.9. En de rest 1.48. Oh my god. Er hebben 2 rijders hebben in het droge gereden ofzo. Want die hebben 10 seconden verbetering op de rest. Geen idee wat daar is gebeurd. Maar het is verder een vrij normale top 10. Behalve dus Alonso en Tsunoda die 10 seconden harder reden. In een natte kwali. Well, it's a different format this weekend, with a sprint set to spice up today's events. Ja. Sprint, sprint, sprint. The prospect of bagging a few extra points is certainly going to spur these teams on to fight competitively. Ja, maar dan moet iedereen gaan crashen voor ons om punten te krijgen. Who will be victorious in the Miami sprint? We'll soon find out. Klein sprintrace eerst, voordat we naar de echte quali gaan en race. Het is bewolkt. Dat is wel nice voor onze motor, maar ja, met waar wij moeten starten. Natuurlijk staat er gewoon beide op de medium tire. Ricciardo zou kunnen pushen op de medium tire en alsnog uitkomen. Berman die kan niet pushen op de medium tire. Berman's setup ging naar beneden. Oh nee, ging niet naar beneden. Helaas mogen we niks aanpassen voor de sprint. Wel natuurlijk weer voor de normale quali. Die van Ricciardo ging nog wel iets omhoog. Behalve dat braking stability dus... Ja. Nou ja, we hoeven ook niks aan de voorvleugel aan te passen. 82 en 87 is netjes hoor voor de sprintrace. Maar ja, we beginnen 18e en 21e. En het duurt heel lang voordat je vooraan staat. We gaan wel natuurlijk proberen. Even kijken in ronde 1. Maar ik geloof dat wij hier weinig kunnen doen. Maar wat doen die mensen voorin? Kijk dan, Alonso en Tsunoda. Oh my god. It is lights out and away we go. Fernando Alonso, is hij een beetje goed weg? Ja, dat is hij zeker, Fernando Alonso. En Tsunoda wil buitenom. Oh my god. Tsunoda? Yuki? Yuki Tsunoda? Oh mijn god. Gaat hij het echt doen? Gaat hij het echt doen? Oh, Alonso even wijd. Geduw en getrek. Nee, het is Alonso. Fernando Alonso. Lando Norris met een inhaalactie op Max Verstappen. Die gaan ook side by side. Mijn god. De sprintrace is a go. Norris zit er nog steeds naast. Nee, nu zit hij erachter. De Red Bull van Max Verstappen heeft iets meer topspeed. Maar kijk joh. Ongelooflijk. Oh, Norris zet hem er wel tussen.
Lando Norris zit hem ertussen. Maar dan heb je het probleem dat Max Verstappen hier de binnenbocht hebt. Maar dan heeft Lando de binnenbocht. En ja, Lando Norris op dit moment de leider in het kampioenschap. Elk puntje is belangrijk. Oh, duwen, trekken. Zo, die gaan nog een keer crashen zo, hoor. Die gaan nog een keer crashen zo. Maar Lando Norris haalt Max Verstappen in. En Alonso rijdt dus nu zo snel mogelijk weg van Tsunoda. Die dus niet binnen de seconde kan blijven. En de DRS gaat basically actief. Onze motor is meteen weer helemaal broken. For some reason zitten we 15e van Ocon. Maar kan ik Ocon niet zien zo in de... Oh, wow, what the heck? Zag je dat? Nou is de DRS er wel. Maar ja, ik ga gewoon standaard rijden alles. Misschien zelfs weer de motor op een gegeven moment conserveren. Magnussen behind. Magnussen 0.4. Magnussen op 0.4. Het lijkt erop dat deze baan niet goed is voor onze lower speed. Yep, understood. Dat we nog veel werk aan de winkel hebben. We do recommend full lift off for the fuel. Copy. Verstappen die... Hey, Norris is helemaal teruggegaan. Nu hebben we Carlos Sainz. Norris heeft een foutje gemaakt. Ja, alles is hot. Motor is hot. Banden zijn hot. Engine... Dat is hetzelfde als motor, nevermind. Veel DRS-zones natuurlijk, maar Ricciardo heeft moeite om bij te blijven. En zit niet meer binnen een seconde op Guanyu Zhou, maar nu wel. Want Guanyu Zhou die moest even tegenhouden. Dus dat is mooi. Bea heeft moeite om in de buurt te blijven van de hazen. Dus dat ziet er ook niet zo fantastisch uit voor Spooky Racing Team. Tires are to God. Maar ze zitten in de DRS. Dus lijkt me ook niet veel aan de hand. Tsunoda zit in de DRS van Alonso. En Verstappen zit in de DRS van Tsunoda. Je zou verwachten dat hij hem nu wel heel snel kan kleren. Maar kijk Tsunoda, kijk Tsunoda. Yuki voor nummer 1. Nee, weer niet. Fernando Alonso, de oude rot. Weet toch weer andere dingen te doen. Verstappen even buiten de DRS daar. En dan hebben we ook Sainz en Norris. Iedereen op de medium, behalve Albon. Die gaat het proberen op de rode band. En ook Pierre Gasly. Berman's confidence gaat de hele tijd omhoog. Ik weet niet waarom. Maar dat doet het. Tja. Nou ja, ik denk niet dat hier heel veel te zien valt. En de immersion, die gaan we naar de hele race doen. Naar de volledige race. Dus ik spoel hem wat naar voren. Oh, Berman is overtaken door Correa. En in deze ronde hebben we Max Verstappen die voorbij is aan Tsunoda. En gaat hij dan meteen een two-parter doen? Gaat hij het meteen doen? Nee. Wij lopen al 12,8 seconden achter. En Berman die dus door Noord-Korea... Wow, Alex, wow. Die door Korea is ingehaald. Die, ja, Berman, daar zit geen vaart achter, joh. En Ricciardo nu ook wat minder op deze baan. Oh my god, Max Verstappen heeft zoveel overspeed op Fernando Alonso... dat hij nog niet eens in de DRS-zone zit. En nu al er voorbij gaat. Ja, nou ja... Dan heeft hij hem ingehaald, hè. Oh, toch weer een overtake van Bea op Correa. Maar nu heeft Bea... Nu is hij laatst. Gasly overtake Bea. Alonso gaat nu al naar P6. Bottas heeft mechanisch falen weer met zijn Sauber. Ricciardo gaat ineens naar P14. Nu weer helemaal naar P16. Nu weer naar P14. Nu naar P13. Nu weer naar P14. Sainz heeft Verstappen ingehaald met nog 10 rondjes te gaan. Ricciardo overtakt Ocon. Ocon overtakt Ricciardo. Ja. Sprintrace is niet zoveel aan. Helemaal als je zelf ook niet ergens mogelijk om strijdt. Plus, sprintrace is zo gek. Och, Sainz met mechanisch foutje. Oh my goodness. Ja, dan hou je Verstappen niet achter je.
dan ga je Max Verstappen niet achter jou. Carlos Sainz heeft dus mechanisch falen. Maar wie weet is het alweer opgelost. Kan ook heel snel opgelost zijn natuurlijk. Danny Rick, 13e. Ja, geeft al wel mogelijk een idee voor hoe de race gaat zijn. Dat we 14e wel hadden kunnen doen met Ricciardo. Maar Berman, ik weet niet eens of hij 20ste gaat halen hoor. Hij rijdt voor geen meter meer, Ollie Berman. Kijk hoe erg die nu ook achterloopt. Ik weet niet wat er aan de hand is met die guy, maar die guy die deed dat ook in China. Zo heel snel al zo ver achterloopt. Maar waarom? Dat deed hij helemaal niet bij het begin. Terwijl Ricciardo juist heel hard gaat. Jeetje, mine. Hij loopt echt ver achter. Gewoon volle 7 seconden. Maar daarom, ik begrijp het niet. Leclerc pakt hem. Mogelijk. Dit is de laatste ronde. Verstappen is helemaal weggevallen op 5 seconden. Te hard door zijn banden gegaan. 34% nog maar. Dus het gaat tussen Leclerc en Norris. En Norris kan zijn voorsprong vergroten. Je had met Berman zijn banden iets harder kunnen pushen. Had misschien geholpen. Nee. Dat helpt niet. Wordt heel snel overfit met zijn drijverskunst. En dat maakt al helemaal niet uit. Wat zou dat helpen? Hij loopt 7 seconden achter op Bottas. Als enige driver. Doet hij altijd. For some reason is er iets met hem. Hij is wel echt intens slomer dan de rest. Maar waarom ineens, hè? Ineens, vanaf China. Heel apart. Lando Norris pakt hem. Pakt hem toch nog even over van Charles Leclerc. Max Verstappen had zijn sloffen inderdaad al verbrand. En Lando Norris pakt hem. Mijn eten is wat gezakt. Ik zal eventjes sporten. Succes, je kan het. GG, misschien maar gewoon betere coureur halen. Ja, daar zit ik zwaar aan te denken. Want Berman die heeft echt... Ja, ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Hij deed het nog wel oké. Dat ik dacht, oh, groot talent. Maar ineens kan hij niemand meer bijhouden. Of hij nou pusht of niet. Ricciardo P14. Hij kan het wel dus. Maar ja, deze race doet het dan niet toe. En we hebben geen punt. Nou, dat kunnen we zo snel mogelijk skippen. Lando Norris op de eerste plaats. Leclerc op 2. Carlos Sainz op een mooie derde plaats. En Max Verstappen dus met 5 punten. Lewis Hamilton toch 2 plaatsen vooruit. Heeft het laatste puntje. En Alonso, die dus van pole position startte, mag dan wel achteruit gaan. Hij heeft toch weer 2 punten binnen voor Aston Martin. Tijd voor kwalificatie op de zaterdag. Dan moet je nog kwalificeren naar je sprintrace. Het is ongelofelijk. Maar we gaan het doen. Misschien kunnen we de setup nog wat verbeteren. So let's try and do that. De anti-rollbar distribution. Ja, zoiets, hè. Ik bedoel, zoiets. En then we try to qualify. Kunnen we Ricciardo's setup nog makkelijk verbeteren? Nou, de braking stability is wel onzeker welke richting we daarvoor op moeten gaan om de braking stability te verhogen. Ik bedoel, braking stability doe je met toe-out natuurlijk, maar... But still. Ik zou hem dan gewoon op deze manier willen verbeteren. Ik weet dat ik dan de voorvleugel niet verander. De oversteer, zeg maar. Maar laten we naar rechts proberen, ja. Dat kan naar rechts of naar links zijn geweest. Maar ik denk naar rechts. Dus dat proberen we met Ricciardo.
Here we go. It's time for qualificatie. And that should be the green light now. Nu nog zo'n volle race. Wordt een lang nachtje. Val wel mee hoor. Een lang nachtje. We zijn heel vroeg juist vandaag. Vergeleken alle anderen. Alright. Track details, car condition. Laten we eens even kijken. Ja. Ja, you know what. Het is warm. Ook op de baan. Oververhittingsgevaar. Breng Berman er maar uit. Hij moest helemaal wachten. Kijken wat Ollie kan doen. Wat kan Ollie doen? Beatrix, wat doe je nou? En Danny Rick. 40 graden de baan. Hoe warmer die wordt, hoe meer we oververhitten, to be honest. Albon is sneller dan ons. Een 1.38 voor Korea. En Berman rijdt in clean air. Een 1.30.0. Albon 1.29.6. Korea last van verkeer gehad? Misschien. Je weet het niet. 14e op Albon? Dat vind ik niet slecht. Oké, Ricciardo heeft ook helemaal niemand. Piastri op een nare plek. Oh, dit is echt de naarste plek om iemand te treffen in Miami, hè? Hij schelt gewoon. Hij is helemaal ontevreden over de traffic. What the fuck? Are you kidding me right now? Is dit hoe we het gaan doen? Okay, we're coming now to the pit. Gaat hij hem gewoon... Ja. Wow. Dit gaat toch niemand helpen? 28, 29... 1.30.4. Volgende keer gaan we trouwens met een mod spelen, want ik ben heel erg tevreden met meneer Jas zijn mod. Dat gaat het veel makkelijker voor ons maken om alles te volgen. Er is namelijk een UI-mod. Ik wil nog niet veel modden, maar de UI-mod, dat lijkt mij echt fantastisch. We kunnen hem ook nog installeren voor de race, maar dat hangt er vanaf wat jullie willen. Die... F1 Manager mod is namelijk echt een stuk handiger om alles in één go te zien. En dat extend je UI. Het is een UI extender mod. Nou, laten we nog zonder mods doen. Laten we het vandaag nog zonder doen. Zie je ook wel, is er wat freezes ontstaan en dat soort messages. Maar voor de mensen die dat willen zien, kijk deze mod. Dat je meteen alles ziet. Meteen banden en dergelijke. En intervals, als je naar intervaltapje gaat. En gewoon dat soort situaties. Dat je gewoon ook heel makkelijk alle sectortijden naast elkaar hebt. Dat je gewoon letterlijk de sectortijden kan zien. Wat niet kan in de game, normaal gesproken. Dat is heel fijn. Dat lijkt mij wel cool. Maar dat was cool geweest ook voor Quali. Wat Alex wil, hij heeft 3 uur slaap en 7 energy drinks achterover geslagen vandaag. Dus hij gaat in bed liggen. Nou, en gelijk heb je. Daniel Pitlane. Ja, wat een... Attack the box. Ongelooflijk iets. Maar die proberen we wel een andere keer. Daniel Pitlane. 92% was de nieuwe setup. 95% bij Berman. Nou, ik ben er wel tevreden mee. Het is natuurlijk nu Park Vermee, dus ja.
That's all we can do. Ja, ze gaan crashen in de race. Dat had je gezegd, Alex. I hear you. I hear you. We rijden in 28. Oké, dit is hoe het nu staat. Eerst Berman. Voor die Alpine, please. Voor die Alpine. Fuck, we moeten wachten. Op iedereen. Red Bull op het allerlaatste moment, zie je dat? Gaan wij die Red Bull sarren met Ricciardo? Dat is Max Verstappen. Waar staat Max? 7. Ah. Watch for cars on pit exit. Quali predictions voor morgen. Ik zeg 1 Lando, 2 Lewis, 3 Max. Ik heb geen idee. Degene die het snelst is, die wint. Die pakt pol. Kom op, Ollie. Verbeter jezelf. Serieus. Je staat op 14 gewoon nog steeds. Maar volgens mij zijn sommige mensen tegengehouden. Zeg maar dat die... hij verbetert zichzelf niet. In 2 sectoren tot nu toe geen verbetering. Oh, are you kidding me? Maar hij gaat nog wel door op dit moment. En Sauber zijn niet sneller. Wow. Dat heeft hij echt goed gedaan door vroeg een tijd neer te zetten. Want nu verbetert hij zich niet. En als we hier kijken, zien we dat Ricciardo zich wel verbetert 2 keer. Hülkenberg. Oh, Berman gaat er mogelijk toch nog uit. Maar dan moet Correa of Gasly het goed doen. Anders wordt hij net 16e. Danny Rick. Gaat hij eroverheen? Dan is het nog spannend. Berman gaat door naar Q2 en Ricciardo heeft zichzelf minimaal verbeterd. Oh my god. Ricciardo heeft zichzelf wel verbeterd, maar minimaal. Ricciardo ligt eruit en Berman gaat door. Waarom? Waarom is hij nu ineens sneller dan Ricciardo? Oh man. En de hele tijd in de races geen performance. En nu moet Ricciardo gewoon vanaf P18 starten en Berman weer 2/10 sneller. Oh. Lando op dit moment goed bezig. Ineens denkt hij, dit wordt me te serieus. Maar ja, dit doen we voor spek en bonen, hè. Dit doen we voor spek en bonen. Alsof we hier, we gaan gewoon meteen met Berman naar buiten. Het is 39,8. Hopelijk geen verkeer. Maar het lijkt erop van wel. Dan hopen dat ze goed ons voorbij laten. Max Verstappen daar. Stroll daar. En dan rijdt hij 1.29.9. Wow. Toch weer een tikkie sneller. I like that. Maar ja, Magnussen net een 10e daar weer sneller van. Berman die heeft het ineens op zijn heupen of zo. Is niet heel slecht. Russell zelfs erachter, maar die heeft last gehad van verkeer. Ik denk alsnog dat die 16e wordt, maar ik vind het niet slecht. Kijk dan, al die mensen op 1.7 en zo. Doen we nog 1 keer een softband? Een nieuwe? Gewoon om het maximale eruit te halen? Te proberen? Ach, waarom niet? Ik bedoel, de gap naar Q3 is op dit moment 2/10. Dat is wel zo. Damn. Norris en Bea gaan laat. Oeh, Bea begon net op tijd aan zijn snelle ronde. Maar verbetert zich niet in sector 1 en 2... En heeft ook geen verbetering in sector 3. Lijkt mij. Dus ik denk dat die laatste eindigt. En het verschil nu naar Q3 is heel groot. En inderdaad, 18e en 16e het is. Norris nog even net boven Max. Maar hey, het gaat om de Q3.
En wie pakt pole position voor de Miami Grand Prix van onze story? Lando Norris. Lando Norris. Oh nee, never mind. Wacht even. Het wordt Max Verstappen. Lando Norris is niet eens close, joh. Max Verstappen, daarna beide Ferraris, daarna Perez, daarna Piastri en daarna Norris. Wij moeten het doen vanaf plaats 18 en plaats 16. Kunnen we dat ook? Dan gaan we nu kijken naar een immersive race. Het is nu tijd om de immersion te pakken en een volledige race. 57 laps of F1 racing in Miami. Bij het Hard Rock Café Stadion. Yeah. Even Norris gejinxed. Zoals het hoort. Ja, dat vind ik wel een beetje spannend. Is het het waard om de game te kopen? Ja. We kunnen niet zomaar Berman eruit halen. Ach, kijk. Helemaal met paraplu. Maar het is gewoon clear skies. Dus waarom heeft hij een paraplu? Voor de zon, natuurlijk. Voor de zon. Alright, we hebben soft, medium, soft voor Ricciardo. Omdat hij nog zoveel softbanden over heeft. We hebben soft, medium, soft kans voor Berman. Ook al gaat hij dan op gebruikte soft. Of we gaan gewoon een eenstopper doen met Berman. Maar dan moet hij dus naar de harde band. Ik ga een eenstopper doen met Berman. Hij is toch al zo traag. Alhoewel, harde band. We zeiden al een paar keer dat is een fout om op de harde band te beginnen. We kunnen hem ook op de medium band eerst zetten. Maar dan zien we vanzelf wel of hij het haalt. Als hij wel snel is, dan kunnen we een andere keuze maken. Is hij niet snel, dan maken we niet een andere keuze. Dat is wat ik ga doen. Ik zet hem dit keer ook op de medium band. Danny Rick zou ik eigenlijk medium soft soft weer willen doen. Maar ik ga een keer soft medium soft doen. Medium beginnen, want denk safety car. Wel minder safety car kans dan de gemiddelde baan. Dus ja. En ik wil gewoon hard gaan met Danny Rick. Want hij moet wel naar plaats nummer 16. Haalt hij het of haalt hij het niet? Ja, dat is ook nog de vraag. Wie weet is een tire wear wel veel te heftig. Alright. Well, here we go. Get ready for the Miami Grand Prix. Ho! Piep! Piep. Oh nee, tuurlijk niet. We krijgen nu een mooie cutscene. Wie gaat hem winnen? Want we kijken natuurlijk naar de volledige race. De hele storyline. Ook wat er voorin gebeurt. Denk je dat Max gewoon voorin blijft rijden? Eindelijk. Want hij heeft het al meerdere keren weggegeven dit seizoen. In ons alternatieve universum. Random prediction. Berman wint hem. Ja hoor. Dan moet er heel wat geks gebeuren. Op het laatste moment. Oh, it's five lights and away we go. Ja hoor. Max Verstappen is wel heel erg veel sneller weg dan beide Ferraris. En dit zorgt ervoor dat Perez ook even goed langs die Ferraris kan gaan. Maar Max Verstappen, op één. Berman. Oh, wat is dit? Are you kidding me? Meteen geel. Voor Hulkenberg. Zijn tegenhouden. Maar nu meteen al secondes kwijt. Nou, are you kidding me? We zijn meteen al secondes kwijt hier, oh. Ze is wel goed voor Bea, maar voor Ricciardo niet. Hulkenberg, wat heb je gedaan? Kijk dan, Sargeant naar Magnus is 3.6. Nu kunnen we dus niet aansluiten bij het DRS-treintje. Kijk nu al naar de map. Puur doordat Hulkenberg hem even parkeert op het midden van een parkeerterrein. Oh ja, shit, dit is een parkeerterrein als het geen racebaan is. Fuck. Wel heel letterlijk genomen. Oef. Beatrix, die heeft nu alweer zijn pace niet meer in de race. For some reason rijdt hij voor geen meter in de race. En dat merken we hier al meteen. Kijk dan hoe traag die is. Komt natuurlijk ook door de auto, maar ik vind hem ook wel echt nog trager. Hij overroelt het ook gewoon niet.
Nou, we zullen het een beetje monitoren hoe dat gaat. Verstappen en Sainz zitten zij aan zij, terwijl de DRS nu actief gaat. Jelle vraagt ook, is het spel het waard? Jazeker. Hülkenberg vandaag ook al in de muur. Ja, dat doen ze expres dan of zo, hè? DRS nu enabled. En hij is door Hülkenberg is hij ook ingehaald. Ja, nou sorry hoor, maar Berman heeft echt geen nut om extra mechanische schade op te lopen en zijn banden nu te laten oververhitten. Ook zouden de batterijen nu echt geen nut hebben voor hem. Ja, ik zie het nu al dat hij geen snelheid heeft. Als ik dan alleen maar harder ga pushen, dan verneukt hij zijn auto ook alleen nog maar. Dan valt hij helemaal uit elkaar. Maar kijk dan, je ziet gewoon in de bochten dat hij daar problemen mee heeft. Nou ja, dan heb ik liever dat hij nu gewoon een beetje managed en dat Ricciardo het gewoon inhaalt hier. Oh my god, ik dacht even dat die elkaar tegen de muur gingen squeezen daar. Ze mogen gewoon normaal met elkaar vechten. Ik ga geen teamorders doen, dat vind ik altijd zo lame. Maar Ricciardo komt er nog niet voorbij. Ricciardo is ook nu volledig oververhit op zijn banden trouwens. En wij hebben dus een motoroverhittingsprobleem, waardoor we al helemaal niet kunnen pushen op de motor. Max en Sainz zijn met elkaar stuifje aan het wisselen. En ja, wij lopen al 13 seconden achter op de leiding. Ongelooflijk. Door dat gebeuren van Hülkenberg. Nou, daar heb je hem. Ricciardo. Haalt Berman in. Wow, wow. We hebben nog wel de Saubers achter ons. Dat is fijn. Zolang als Saubers zeg maar slecht presteert, dan kunnen we onze sponsor targets heel makkelijk halen. Beide. Maar ja, Bea moet 20ste worden. Hey, een overtake op Hülkenberg ook meteen van Ricciardo. Nu pakken we Sargeant. Hülkenberg heeft ook de rode band. Piastri als enige op de harde band. Die blijft wel lekker in de DRS van Russell. Dat doet hij ook netjes hoor. Heel netjes gedaan. Danny Rick, dit lijkt net alsof je allemaal een rollator aan het rijden bent. En F1 Rockboy! Dankjewel voor het supporten van Spooky Session 11. Zonder de support zouden we dit al lang niet meer kunnen doen. Dus dankjewel voor de 29 maanden. I appreciate you. September komt er ook alweer bijna aan. Met allemaal speciale actieweek. Dat is ook heel cool. Heel veel liefde in de chat voor F1 Rockboy. Because thanks to people like that, we can still do this. Heeft hij DRS? Nee. Nou. Doe dat maar even dan. En Daniel Ricciardo kan ook niet meer pushen op zijn batterij. Die is nu wel echt op de batterij. Hij moet zelfs even top-up doen, want hij komt net in het rondje. Aangezien batterijen rechargen en dechargen, komt hij net bij dit rechte stuk op 0%. And I don't like that. Dus hopelijk kan hij binnen een seconde blijven van Sargeant en een klein beetje die batterij opladen. En dan is iedereen tevreden. Magnus heeft ook een mechanisch probleem. En Bea die zit flink at the moment die Saubers aan het tegenhouden. Maar heeft ook DRS van Hülkenberg, Ricciardo en Sargeant. Dus dat is ook wel weer fijn. Subjetemper. Ja. Is wel zo natuurlijk. Het is september. Nou, Danny Rick. Hij is er gewoon voorbij. Terwijl we onze motor aan het sparen zijn. Nog steeds is onze motor ook oververhit. Dat is ook minder nice. Maar ja, we keep on trying. Dat is binnen een seconde, toch? Nee, 1.2. Verdiksels. Wow.
Wat er gebeurt er met Sargeant? Sargeant die zat niet eens meer binnen een seconde. Nou. Yep. This is my pace. Hülkenberg overtaked Ricciardo. Dat is jammer. Maar Berman overtaked hier Sargeant. En we hebben net genoeg batterijen nu over het rechte stuk. Dus nu kan ik neutraal blijven rijden, maar heb ik nooit reserves, zeg maar. Die zou ik ergens moeten opladen. Maar ja, je wil ook in het DRS blijven. Maar Hülkenberg maakt nu wel heel snel korte metten met Ocon. En gaat er nu vandoor. Terwijl Leclerc dus vooraan staat hier. Maar Max Verstappen en Leclerc zijn aan het stuivertje wisselen. Sainz en Perez zijn aan het stuivertje wisselen. Lando Norris. En Berman zit ineens op 2/10 van mij. Natuurlijk waren we met Berman op de batterij aan het rijden. Berman heeft ook veel betere tire. Het is wel zo dat als je de medium tire kiest, dat je dus beter bent op je temperatuur. Are you kidding me? Oh my god, ik schrok me dood. Ricciardo heeft moeite om de temperatuur laag te houden. Dat is een beetje jammer, maar ook wel weer logisch. En dan mag Ricciardo hier rijden. Gaan jullie nog wat leuks doen dit weekend? Of ga je Formule 1 kijken of na de Formule 1? Of nog een leuke game of film waar je naar uitkijkt? Holy moly. Norris en Sainz. En dan Perez en dan Leclerc en dan Verstappen zitten allemaal in een DRS-trein. Kijk! Ocon heeft Ricciardo gewoon weer te pakken. Maar Ricciardo heeft nu weer Ocon te pakken. Is deze leuker als de vorige? Jazeker, Jelle. Jake Nels zegt wie gaat er winnen in Zandvoort. De Duinbevers. Niet echt even inkijken en Las Palmas kijken. En natuurlijk jouw teams kijken. Wat leuk. Las Palmas kijken. Dat is een apart team om te volgen. Of is dat wat anders? Maar dat is ook een voetbalteam. Oh, tuurlijk. Sillissen die voetbalt daar nu. Dat is droog. Maar wel heel leuk dat je hem dan overal volgt. Jasper Sillissen. Oh my god. Kijk dan, joh. 15e en 16e, Ricciardo en Berman. Maar jeetje, mina. Dit verschil is toch niet een seconde met Ocon? Of ben ik nou blind? Er staat een seconde met Ocon. Kijk waar die is. Als hij serieus, als hij geen DRS heeft, dan lach ik me dood. Hij heeft geen DRS. Oh wel. Ja, wat de heck. Er stond een seconde met Ocon. Ja, dikke doei. Hij gaat het gewoon proberen hier aan het einde. Hij zet hem ernaast. Maar wel cool dat Berman Ocon even te pakken had. Dit was een nadeel voor Berman. Maar at the same time, hier moeten we gaan hangen. Jelle gaat morgen en overmorgen naar Zandvoort. Geniet ervan, Jelle. Arg, zegt Berman. Want Bea heeft helaas weer een wrong overtake. Dat is jammer. Ocon die heeft nu wel weer wat meer snelheid. Die viel de hele tijd weg. Nu heeft hij wat meer snelheid. Hülkenberg is Magnussen ook alweer voorbij. Maar Magnussen heeft een mechanisch probleem. Dus Magnussen is al een beetje genervd. Bea zit op het 10e van Ocon. Dus zo kan je eigenlijk ook wel weer zien dat het... nu is het 14e ineens. 16e. Nu zit hij ineens op 2/10 van Ricciardo. Ik volg het ook allemaal niet meer. Hallo Jesse Vierhout, hoe gaat hij? Hij haalt ook hem gewoon in. Oh my god. Ja, dat gaat het wel wat kutter maken, to be honest. There are opportunities ahead.
motor is gelukkig wat minder overfit, maar is wel overfit hoor. Maar ja, dan heb je nu DRS weer op Ocon en dan pak je Ocon weer. Twee. Hoppa. Moet je eigenlijk Ocon voor laten. Dan heb je nu weer DRS. Ja, dit is perfect. Dit is letterlijk perfect. Behalve dat Ocon er nu voor komt. En dan faalt hij. Niet. Wow, hij zet hem er gewoon zo naast. Maar het is wel oké om Ocon... Ocon die kan niet wegrijden. Dus we zitten een beetje we zijn een beetje gebruik aan het maken van de Alpines. En Ricciardo heeft wel de upgrades. De latebreaker Daniel Ricciardo. Oh, Verstappen ineens eventjes naar plaats nummer 3. We hebben namelijk Perez en Leclerc die nu voorin zitten te klooien. Maar ze zitten eigenlijk gewoon met z'n vijven. Piastri dan niet, want die zit dus hier Russell, Tsunoda, Stroll, Alonso en Hamilton tegen te houden. Omdat Piastri dus de harde band heeft. Dus die zitten daar met elkaar te... Die zitten daar met elkaar een beetje te kutten. En Magnussen heeft Hülkenberg weer ingehaald. Wat helemaal niet slim is van de Haas. Berman die verliest hier zijn zelfvertrouwen. Omdat Ocon hem inhaalt. En omdat hij dan faalt met inhalen. Maar ineens heeft Ricciardo een voorsprong op Ocon. Dus dat is wel weer mooi. Dat is wel weer mooi. Alles gaat oké, Jesse. Everything okay. The car behind has DRS. Wordt er gezegd. Ja, dat klopt bij Berman. Berman op de medium tires. Het valt niet tegen. Maar ik merk dus wel dat wanneer wij hem nu op normaal zetten, dat hij beter performt. Omdat zijn motor of zijn banden raken niet altijd overfit. En op de softband wel. Het is wel nu de hele tijd stuivertje wisselen met Ocon. Laten we hopen dat hij in die seconde kan blijven. Vooral nu. Want nu hebben we ook hier weer een Sauber die in de problemen komt. Maar dit, hier zie ik nu 16e. Nog steeds 16e. 15e. 16e. Ja, kijk, dat is prima. Wat je nu daar ziet. 17e. Oeh. Ja, nee, dit is nog binnen een seconde. Wel een probleem nu met ook Joe achter hem. Maar at the same time, we hebben de DRS. We zouden zo in één keer weer naar hem toe moeten gaan. Gewoon in één keer weer wam als een boemerang. And I think we do. Wat cool. Zo kunnen we toch erbij blijven. Ook komen we bijna in de DRS, maar... Ricciardo mag ook wel alles even normaal doen. Want we hebben een slecht team met slechte engine wear. Is dit van het F1-spel of is dit voor telefoon? Dit is F1 Manager. Dat is een andere console game dan de F1-game. Waar je meer een teambaas bent. En dit is ons eigen team. Met Ollie Berman en Danny Rick. En Berman haalt nu Ocon weer in. En dan haalt Ocon hier Berman weer in. En dan hebben we het hele riedeltje opnieuw. Of niet. Dit keer een keer niet. Ja, drie DRS-zones maken het best wel heavy wat betreft deze simulatie, hoor. Het is best wel heavy. Hoe staat het ervoor? Op dit moment doen we het goed. Onze sponsor-targets zijn 16e voor Ricciardo. Die staat op dit moment op plaats 15. En 20e voor Beatrix, oftewel Ollie Berman. Maar er staat al het Bea hier boven. In ieder geval, ik weet niet of je naar vertical of horizontal kijkt. Maar op horizontal stream staat het erboven, hier boven mijn webcam. En die heeft de 16e plaats en soms de 17e nu met Ocon. Natuurlijk zitten alle auto's nog wel dicht bij elkaar. Dus het kan zomaar ook een ander resultaat gaan worden. Keep going. Ocon weer met de overtake op Berman. Moet wel even binnen die seconde blijven. Voordat we hier de DRS pakken. Oeh, hij heeft er moeite.
Hebben we wel DRS? Volgens mij hebben we geen DRS. We hebben geen DRS. Uh-oh. Maar we hebben wel de snelheid om binnen een seconde te komen nu. Oh, nee, nee. Niet die Sauber. Oh, vreselijk, Berman. Dankjewel voor de succeswensen. Kalle was vandaag bij Zandvoort en hij is zaterdag en zondag ook bij Zandvoort. Veel plezier, Kalle Anders. Damn, Bottas haalt zelfs Ocon ineens in. Oh, geel. Wat is er gebeurd? Toch niet Ricciardo? Multiple cars involved in de turn 3 crash. Oh, what's happening? Oh nee, die gasten weer voorin. Oh. Het zag er naar uit dat het Carlos Sainz is met wat schade, maar ze mogen allemaal doorrijden. Carlos Sainz en Lando Norris. Dat was een aparte crash. Heel apart. Ik had het geluid van een Formule 1-auto veel harder verwacht. Ja, echt? Hoezo dat? Je weet toch dat... Of ik weet niet hoe oud je bent, maar je weet dat Formule 1-auto's extreem veel zachter moesten worden voor de geluidsoverlast. Vroeger waren ze zo extreem luid. Dan was het van, oh, je moet echt ooit een keer de Formule 1 zien voor het luide geluid. Maar natuurlijk ook bij de circuits waarin ze rijden. Soms straatcircuits, dan... geeft dat te veel geluidsoverlast. Dus dat moeten ze wel doen. Plus het is tegenwoordig maar een V12 motor. Een V6 motor. Helemaal andersom. Dat is allemaal alweer wat zuiniger. Op een gegeven moment ga je geen enkel geluid horen. Ooit komt er een tijd dat er geen enkel geluid meer vanuit komt. Ja, er zit geen V12 meer in. Ik deed het even andersom. Van vroeger had je V12. Zo'n V12 was echt luid en grommerig. En dan had iedereen had van die oordoppen in en zo. Dat wordt expres gedaan, hè? Dat moet juist die kant op gaan. Dat is al lang een ding. Het gaat alleen maar zachter nog worden, de Formule 1. Totdat je ze niet meer hoort. Carlos Sainz lijkt toch nog redelijk wat pace te hebben. En ze komen ook allemaal weer in de DRS nu van Verstappen, Perez en Leclerc. Dus ze hebben zoveel extra pace, maar door al dit stuivertje wisselen verliezen ze misschien juist alleen maar tijd. Berman die wordt nu ook ingehaald door Correa en die verliest nu al zijn pace. Ook raakt zijn banden oververhit. Dus dat is jammer. De power sound van V12 en V10 is muziek, zegt F1 Rockboy. En Kalle Anders vond die Porsche Cup harder klinken. En op TikTok zegt Jesse, 2026 worden het al elektrische scheidwagens. Ja, het wordt ook steeds elektrischer. En once again, er komt een punt, dat ga je ze helemaal niet meer horen. En what the fuck, Berman, jongen. Echt waar. Dit kan toch niet, wat Berman hier doet. Motor oververhit, banden oververhit. Die van Ricciardo zijn trouwens totaal niet oververhit. En hij loopt op 1.8. We zitten weer in het Berman kwartiertje. Zijn confidence is het allerlaagst. En dan presteert hij gewoon niet meer. Dan heeft hij de slechtste pace van wie dan ook. Maar als F1 elektrisch wordt, is er niks aan. Ja, het is al heel erg elektrisch, hè? In a way. De auto's nu hebben ook natuurlijk allemaal elektrische hybride systemen en dergelijke. Wordt al veel aangedreven erdoor. Maar dat gaat het wel steeds meer naartoe. Uiteindelijk wordt Formule E en Formule 1... dat gaat uiteindelijk elkaar vinden. Ooit.
Nou, misschien doen ze wel speakers dan op die auto's. En dan blaren ze speakergeluiden van een echte motor. Dan maken ze gewoon een dikke V10 sound. Die doen ze dan wel redelijk zacht, want je mag dat dus niet doen door geluidsoverlast. En ja, zo zit Berman helemaal op P20 nu. Met je pace. Vreselijk. En dat terwijl hij gewoon even goed gaat op de band. Bottas die begint nu al een oranje uitroepteken te krijgen. Oh, heftig. Heftig. En Berman werd weer ingehaald door Sargeant. Die heeft echt... No worries. Die heeft nul confidence nu. Oh my god, Daniel Ricciardo heeft high confidence. Ja, maar dat is dus ook... Die confidence die gaat dan naar beneden. En nu heeft hij zelfs hier geen snelheid meer. Omdat hij gewoon geen confidence kan opbouwen. Zijn confidence is sowieso veel later goed. Ja, dat is het grootste probleem bij Oliver Berman. Bad confidence. Maar ja, hij loopt wel 4 seconden achter Ricciardo. En dat is op zich ook wel weer knap zo op de mediumband. Maar ja, al die gasten lopen op medium, dus het is een beetje vertekend beeld. Dan kijk ik echt minder F1 als het geen geluid geeft, die wagens. Joh, de hele wereld gaat geen geluid meer geven op een gegeven moment. Helemaal niks gaat meer geluid geven. Maar dan geeft dat 50 jaar. Ja, Berman die wordt elke keer makkelijk P22 met echt de worst pace. En we kunnen hem ook echt niet gaan pushen op dit moment. Maar ja, het lijkt er inderdaad wel weer op. Laten we hopen dat er 2 mensen crashen, want dan heeft Berman sowieso zijn sponsortarget gehaald. Hulkenberg gaat de pits in. Nico Hulkenberg. Even regenboogpan. Vervangen die handel. Ja, we moeten echt wel gaan kijken naar een vervanging ervoor. I kid you not. Maar dat is ook wel weer prijzig. Dan ga ik meer Formule E meer kijken. Ja, kan ook best competitief zijn, hè? Formule E. Danny Rick heeft nu Ocon en Correa achter zich. En dat gaat Ocon weer naast. Ja, nou ja. Je ziet het. De tire wear is meer dan verwacht. Dus gaat Oliver Berman het überhaupt halen om naar de harde band te switchen? Ik denk dat hij daar ook totaal geen pace zou hebben. Verstappen heeft nog even snelste raceronde erin gejast. En Russell komt de pits in. George Russell. Gaat naar de gele band. Van rood naar geel. Medium soft soft. Ja, daar zitten we bijna wel aan te denken om dat te doen bij Berman. Alleen, ik denk dat hij zelfs dat niet haalt. Plus, we hebben niet 2 frisse softs. Maar we kunnen ook een gebruikte soft nog wel gebruiken. Dus even kijken wat er verder gebeurt. Ocon gaat nu al de pits in. Die dus achter Ricciardo stond. Voor de undercut, I guess. Nou ja, we kunnen nog wel wat agressiever rijden en dergelijke. Dat kan nog wel even. Nee, dat niet. Ging hij wel goed, lieverd, Robin? Evan Rockboy zegt of ik kijk alleen nog Super Formula en IndyCar kijken. En gelukkig hebben we nog wel geluid met een hybride motor. Ja, het gaat ook nog een tijdje niet weg. Maar er komt een moment dat natuurlijk
de aarde helemaal zo is van wow, 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 dat kan allemaal niet. Geluidsoverlast. Yep, this is my pace. This is my pace. Snel alsof hij aan het rappen is de hele tijd. Behind Sergeant. Damn, die rijdt ook snel weg. Vertel me dat we nog wel DRS hebben hier. Oh, we hebben zelfs geen DRS. Zo snel ging Korea ineens. Jesse vindt motorracen sowieso leuker dan autoracen de laatste jaren, zegt hij op TikTok. Nou, we komen niet eens meer in de DRS hier, hoor. Dat is wel een nadeel. Dat is de optimale ronde die we hadden gekozen voor hem. Ja, doe maar dan, hè. Ik dacht nog even kijken of Bottas misschien stopt met presteren. Maar dat is nog wel oké. Zo gaat de pits in. Oké. Gaat tegenwoordig goed. Dat gaat tegenwoordig goed. Als wij een extra pitstop willen doen met deze meneer, dan ziet het er zo uit volgens de gast. Oh my god, dat haalt hij niet eens. Dat zou hij niet eens halen. Helemaal ook omdat de tire wear heftiger is. Zou hij dat niet eens halen? Zouden we wel dit kunnen doen? Medium, soft, medium. We hebben nog een nieuw medium voor hem. Dat is de backup plan. Als hij de harde band niet haalt, dan kunnen we dit als backup doen. Ja. Hoofdpijn is alleen wel wat erger geworden, maar we leven nog half. Ah, dus het ging wel goed. We komen niet meer binnen die seconde van Korea. En Korea komt net niet in de seconde van Magnussen. Magnussen die inderdaad ook helemaal terugvalt in zijn pace. Valt wel mee. Tot Albon. En dan... En zakt het. Veel mensen gingen rechtdoor bij de eerste bocht en Hulkenberg crashte nog. Ja, heb het gezien. Lekker Tarzan spelen. Oh! Sergio Perez in de pits. Sainz dus die loopt met die schade. Bottas heeft heftigere schade. Die zou nog wel een safety car kunnen... fixen en please ga goed. Please ga goed. Maar wat is er zo moeilijk aan die bocht? De wind. Heel veel wind. Als je dan met heel veel wind aankomt daar, dat kan je auto nogal flink unsettelen. Oh, wij ook! Albon had een delay en wij hebben een extreme delay. Oh nee. Oh nee. Verschrikkelijk. Oh fuck, 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 fuck. Ja, dan lopen we meteen heel anders. Leclerc gaat de pitstop doen. Albon die had dus ook moeite met de pitstop. Leclerc gaat goed. Norris gaat ook goed. Oh, oh, oh. Ik heb nul drop frames, Thomas. Ik heb nu even hierboven voor je gekeken. Ik heb nul drop frames. Het zit niet mee met Danny Rick. Ja, dan staan we 4 seconden achter Ocon. En dat was degene waar we mee aan het strijden waren. Valt alsnog mee, maar... slecht. Daar is Hamilton. Wat gaan we doen met Berman?
That's the big question. Wat gaan wij doen met deze Ollie Bearman? Hülkenberg heeft al een pitstop gedaan. Albon, Ocon. Gasly in de pit. Gasly in de pits. Bottas is een van de enigen die daar nog geen pitstop heeft gedaan. Ja, Bearman die komt laatste bijna, joh. Bottas kan zich meetrekken met de DRS-trein. Beer rijdt in zichzelf. Op de Inters voor een crashgate. Express met één driver en safety car veroorzaken. Nee, ik ben een immersive playthrough aan het doen. Ik ben niet proberen de game te breken en een meta te vinden. Och, Gasly had ook een pitstop issue. Die komt helemaal als laatste naar buiten nu. Oh my god. Geef gewoon een ram ook op dat wiel, hè. Gewoon kpam, kpam. Dat is heel frustrerend, Pierre Gasly. Dat is heel frustrerend. Dus die komt sowieso uit de pits flink achter ons. Maar ja, die race sowieso al flink achter ons. We moeten wel eventjes 16e worden met Daniel Ricciardo. Dus, not a fan. Verstappen en Sainz, beide in de pits. Daar komt Sainz. Oh, we hebben ineens de medium, soft, medium layout hier. Nou ja, dan gaan we daar wel voor. Gap is now 2.5. Iedereen gaat pitten. Ook op de mediums, zie je dat? Alonso, goede pitstop. Stroll erachter meteen. Damn. Oeh, Sainz en Russell hier, die ook al een keer heeft gepit. Wow. Crazy dan van George Russell, zeg. Gaat hem ook voorbij, George. Sainz ook slechte pitstop dan. Sargent gaat de pits in en Bottas. Hülkenberg zet de snelste raceronde neer. Nu hij eindelijk clean air heeft nadat hij Beatrix... Fout, 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 fout. Nee, geen fout. Bottas? Bottas moet even de fout ingaan. Ook niet. Verdikken. Zo dik voor Bottas. De enige die nog niet hebben gepit is Piastri op de harde band. Is Correa op de medium band. Is Magnussen op de mediumband. En Bearman op de mediumband. Dus als er nu een safety car komt, of een virtual safety car, dan hebben we veel voordelen. Yes, we do. Batterij die recharge zelfs op neutraal na heel veel rondes. Dat is mooi dat dat gebeurt op deze baan. Boom. Gooi maar even deployment factor. Ja, we moeten wel even pushen op de engine. Maar de engine, als die oververhit raakt, is verschrikkelijk. En de motor die is dus constant oververhit. En dat betekent dat de wear rate een stuk meer naar beneden gaat. We kunnen natuurlijk ook in clean air rijden, maar daar worden we minder snel van. Dus ja... We zijn gewoon letterlijk de hele race aan het overheaten. Waardoor de wear rate sneller gaat. Deze motor gaat sneller de percentages naar beneden. Dus ja, dat wordt een hel aan het, in de tweede helft van dit seizoen. Magnussen gaat nu ook de pits in. En ook Correa. Wow. Leclerc naar P1. Correa komt zelfs voor Ricciardo. Oi, oi, oi. Correa gaat pitten. Ja, daar is het nu ochtend, dus die worden wakker, toch? Een RB is the car ahead of you. Ja, yeah, no, no shit. Magnussen behind. Hij moet zijn banden nog opwarmen. Yo, raakt veel te oververhit, die motor. Dat kunnen we niet doen. Die leven in de toekomst, ja. Mercedes pakt een 1-2 in Zandvoort. Dat zou inderdaad wel een ding kunnen worden. You'll have another chance to do something. Nou, Danny Rick staat nu op de plek waar hij moet zijn. Now
Maar Berman natuurlijk is ook achter hem, dus we hebben nog wel wat succes hier. We leven nog wel met wat succes. Berman die gaat alleen helemaal terugvallen naar de Saubers, denk ik. Achter Joe? Ja, dat geloof ik wel. Als Joe daar nu om de hoek komt, ja, daar kwam hij. Ja, makkelijk. Komen we ook achter Joe. Dan ben ik wel benieuwd naar de strategieën. Thomas ineens reclame. Oh shit. Doe toch maar even top-up dan. Heeft Correa Ricciardo weer ingegaan, maar dat is op zich niet heel slecht. Dit is Berman met Ocon. Hij moet het nog wel volhouden hoor. Hij houdt het niet eens vol naar die rode band. Maar die rode band kunnen we ook nu pitten als we zouden willen. Want we hebben daar wel iets van speling. Maar ik denk dat zelfs dus deze banden best heftig zijn. Doe maar next lap. Dus nog heel even. Copybox. Push maar. Oververhit die engine maar. We gotta try something, right? Ricciardo zit nog in de DRS. Dat is fijn. Dat is heel fijn. Gewoon Robin gifted a subscription. Gewoon Robin met een gifted subscription naar Slimme Thomas. Ah, dat is zo lief. Dat is zo generous. Share the love. And thank you for keeping Spooky 1611 alive. Oh damn, Ricciardo zit nu hier bij Bea, maar Bea moet dus nog pit. Maar nu heeft Correa Bea en Ricciardo heeft Bea niet. Damn. We kunnen dit niet eens doen. 34%, we willen niet onder de 30. Die guy heeft zoveel tire wear. En houdt ons nu tegen. Ricciardo verliest confidence. Hij gaat naar medium confidence. Toch laat ik ze vechten met elkaar. Ik heb vertrouwen dat het goed komt. Dat ze niet met elkaar gaan crashen. Ik wou gewoon even die overmacht aan fuel. Lift off. Wat nog beter geweest als Ricciardo voor Bea net stond. Dat Bea nog DRS had hier. Oeh. Oeh. Daar is hij er langs. En dat wordt echt weer een hel met Bea. Maar Ricciardo rijdt precies op de plek waarin we met hem moeten gaan. En het is toch een soort van moeilijkere race. Dus jullie hadden gelijk om de middelste sponsor objective te doen. Daar hadden jullie helemaal gelijk mee. Ik dacht, ach, 14 halen we makkelijk. Maar ja, er kan natuurlijk ook altijd dingen fout gaan. Er kan van alles fout gaan. Dan gaat hij nu pitten, denk ik. Ja. Oh, please. Laat het de pitstop in ieder geval wel goed gaan. Dit wordt een snelle stint op de rode band. Please, 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 please. En daarna moeten we wel weer naar de mediums, want ook dat werkt helemaal niet goed. Zijn tire wear is slecht. En kijk dan, daar is Joe al. Dus zelfs Bottas gaat hem inhalen. Ja hoor. Daar is Bottas over start vinden. Zelfs Gasly gaat hem in. Ja hoor. Easy laatste. De pace van hem is verschrikkelijk. Het was wel een redelijk goede pitstop. 2.6. Oh my god. Hij loopt zo ver achter. Alhoewel het valt ook nog wel weer mee. Maar hij wordt wel weer de eerste die gelapt gaat worden. En dat is ook verschrikkelijk. Want Verstappen. Die is hier. Och. Bottas zijn probleem is bijna fataal. Wat komt er uit zijn auto joh. Oh my god, we hadden misschien moeten wachten erop. Jezus, Mina.
We hadden misschien toch nog even moeten wachten, maar kon niet. Zijn banden waren al verrot. Ik kan niet eens pushen op deze banden, joh. Misschien even één ronde om de temperatuur erin te krijgen. What the heck is happening? Valtteri Bottas is aan het poepen op het op de racebaan. Oh, ik heb helemaal geen zin om gelapt weer te worden. We hebben elke keer dat twee keer gelapt worden probleem natuurlijk. Ja, kom op, Berman. Mechanische fout van Bottas. Daar ligt hij! Safety car! Safety car? I can't believe it. Dit wordt rode vlag. Oh my god. En de race is weer helemaal vanaf nul beginnen. What the heck? We zagen het al. Oh, hij stond helemaal in de fik! Hij stond in de fik, jongen! Oh my god. Ja, dat is niet goed getimed. We hadden nog wat langer moeten... We hadden langer moeten preserveren die banden van... We hadden gewoon net even twee ronden langer moeten gaan. En dan had hij met nieuwe bandjes gewoon op zijn plek kunnen blijven rijden. Holy moly. Ja, dit is kut. Maar in a way zou je hem denk ik met de harde band wel uit kunnen rijden als je Ricciardo bent, denk je niet? Waarom kunnen we dat nooit zien? Dat vind ik zo jammer dat we hier niet strategieën opnieuw kunnen aandrukken. Want nu weet ik niet hoeveel rondes. Er staat lifetime 57 rondes voor harde band. Maar ja, ik weet niet hoe Ricciardo ermee omgaat. Zal ik het met Ricciardo proberen? Ik weet dat die andere het niet haalt. Gewoon in één keer door op de harde band tot het einde. Geen pitstop, helemaal niks. Zullen we het gewoon doen? Dan maar een beetje conserveren. Ja. To be honest, ik heb geen idee wat ik moet doen met Berman. Ik heb echt geen flauw idee. Twee keer medium. Deze soft toch uit te rijden. Zijn soft is 97%, dus ja. Toch even pushen op de softs en daarna naar de mediums. Doe maar dan, hè. Bea moet aftreden, nou dat ook, ja. Ik ben zo benieuwd wat de rest gaat doen. Ik ben zo benieuwd wat de delta is van de harde band voor Ricciardo. Maar daar gaan we. Ach, ik heb hun driverding niet goed gedaan. Snel. Alright, met Max Verstappen op de eerste plaats is het lights out and away we go. En dan gaan we weer. Oh, de harde band kan. Oh my god, de harde band kan, jongens. De harde band kan zelfs heel goed. Kijk dit. Oh my god. Banden. Na Tsunoda is Ricciardo... Oh, Tsunoda, Hülkenberg, Ricciardo, harde band. Oh, die gaan niet pitten meer. Nou, daar gaan we weer. Danny Rick. Eerste bocht gaat een beetje gek. Please, niet rare crashes hier, oh. Alonso, hou je ook stil. En Hülkenberg, hou je ook stil. Ja, dat lijkt allemaal goed te gaan. Meteen al een verschil van 7 seconden. Een overtake van Ocon door Daniel Ricciardo. Oh my god, alles begint weer vanaf nul. Het is een sprintrace van 30 rondes. Bizar. Oké. Tire temps are optimaal. Maar ja. Laat Bea er maar bij komen. Ik zie dat de meeste mensen allemaal voor de medium tires zijn gegaan. Natuurlijk bestaat er een kans dat ze die ook tot het einde kunnen rijden. Ik geloof het niet hoor, maar... Ik zou me echt verbazen als mensen op de gele band helemaal tot het einde doorrijden. Maar Ricciardo? I mean... Hij heeft toch wel een kans, hoor. Je weet maar nooit, hè. Je weet maar nooit. Wie weet is de pace te slecht op de harde band. Maar kunnen we met de DRS meesurfen? Dan weet je het maar nooit. Bottas dus out of the race. Zijn motor deed poef. Dikke beam. En Max Verstappen is leading the pack. Bea, rij een keertje door, man. Ja, Russell, Norris en Bea hebben dus een rode band. Nou, ik merk er op dit moment bij Berman heel weinig van, maar...
Hij is ook alweer aan het oververhitten. Hij moet het natuurlijk nog wel gaan halen. Zijn overstap. He gotta make it. He has to make it. Die op de softband, die gaan sowieso nog een keer pitten. Maar ik ga, je gaat me niet vertellen dat... dat ze op de mediumband hem kunnen halen. Damn. Ricciardo geen DRS, maar Correa achter hem wel DRS. Dat is jammer. En we raken oververhit. En onze engine begint wel echt... Ja, die engine percentages zijn too much, man. But we are trying. We doen ons best. Maar we kunnen eigenlijk niet meer daar hard op rijden. We kunnen nog wel heel even de batterij gebruiken. Maar Albon heeft duidelijk meer pace dan Hülkenberg Tsunoda op de harde band. Alle harde bandgangers zitten precies ook op de gok. Wat ik eigenlijk niet hoopte dat ze daar zitten. Oh, dit wordt heel spannend met Verstappen en Leclerc. Dit kan echt extreem spannend weer gaan worden. Ja, je weet maar nooit. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Verstappen snelste raceronde. Ricciardo verliest positie aan Correa. En we moeten nu ook neutraal gaan rijden. Ja, dat wordt onze grootste vraag. Kunnen wij bij bepaalde gasten blijven voor de DRS? Kan je in de DRS mee, heb je meteen meer pace. Leclerc met een overtake op Verstappen. En Behrman overtakt op dit moment Sargeant. En dan dus met de hoop dat Ollie Behrman, die wel very low confidence heeft, maar wel een stuk hoger dan net. Ja, dat die er wat mee kan. De motor die draait echt verschrikkelijk. Zijn confidence leek wel lager terwijl dat in de plus was. Huh? De motor staat op 127 graden, maar er staat niet een oververhittingsding bij. Ah, de ERS is op dit moment minder. Ja, de motor is niet aan het oververhitten. Van Behrman. Oh, what the heck? Dat was sad. We hebben letterlijk 127 graden motor en nu oververhit hij niet meer. Terwijl we pushen op de motor. Wauw. Hele goede avond, MVV Gamer. How are you doing? ...127 graden. Ja, daar kan je wel een frikandel op bak. Ja, nee, maar ook als we hier kijken, dan staat er niks... No issue staat er niks qua oververhitting. Dus de hele game die vindt dat zijn motor niet meer oververhit. Nou. Ocon weer met een overtake op Berm. Ik heb vandaag mijn vinger nog verbrand aan 175 graden. Wow. Dat is wel heavy stuff. Altijd verbrander. Hadden we ook al geen DRS meer met Bea? Wow, Bea, je bent jezelf echt aan het laten zien. Je hebt een betere band. En kijk hoe Ocon wegrijdt. En dan moet je ook weer Sargeant aan je voorbij laten gaan. Ja, verschrikkelijk. We moeten alleen Guanyu Zhou moeten we achter ons laten. Risico van het vak. Dat is waar. Ricciardo heeft nu Magnussen goed bij zich. Magnussen die op de medium tire zit. Wow, Hülkenberg en Tsunoda zijn vooruitgeschoten, zeg. Medium tire performt dus blijkbaar best wel lekker. En we hebben DRS. Kijk, dat vind ik mooi. Zo kan hij heel veel snelheid meesurfen. Ik ben ook blij dat we dan niet meer dat gelap hebben van Behrman. Dat is ook fijn. En straks poef de motor van Behrman. Ik denk het niet. Ik denk als de game niet herkent dat hij oververhit is. En zelfs overal staat niet dat het oververhitting is.
dat ze gewoon nu denken, nou, de motor is prima. Nou, ik vind het ook prima hoor, als de motor zo prima is volgens hem. Tja, krijgen we extra performance uit Berman. Maar ik heb ook niet het gevoel dat die plus 3.8... Oh jawel, kijk, die verandert nog wel. Nou, prima toch? Dan mag je wel een paar rondes beuken. Geen risico meer van de motor. De motorwear waar we echt bang voor zijn. Ricciardo weer DRS. Love it. Dit is goed hoor. Dan zitten wij op 90% harde band. Maar ik zie Magnus bijvoorbeeld 78% al op de mediums. Ja, Magnus in de Haas moet sowieso nog een keer pitten. Maar dat bedoel ik van... Als wij erbij kunnen blijven op de harde band en hun moeten sowieso nog een keer pitten en wij hebben helemaal geen pitstop. Dan heb je ze allemaal achter je. Dan wordt het wel heel spannend. Maar ik ben tevreden hoor. Als Albon en Magnussen zo stuivertje wisselen met DRS en wij hebben gewoon steeds net DRS, wat we nu dus ook weer hebben. Dikke prima. Berman een beetje oververhitting. 129 nu alweer. Zou me niks verbazen dat hij straks ineens poef doet. Ze hebben dan wel weer verse banden. Ja, maar vaak dan rij je nu ook weg. If that makes sense. Omdat Magnussen dus nu de mediumband hebt, rijdt hij een beetje weg. Dan met een pitstop komt hij net achter de persoon. Maar hij heeft frissere banden, dus hij rijdt het allemaal weer eruit. Dat heeft hij nu niet. Hij moet het weer allemaal goed maken met frisse banden in plaats van een beetje goed maken. Omdat je überhaupt al in je eerste stint op de frisse banden al naar voren bent gechased. En dat is een groot verschil. Zolang wij hem hier in het vizier zien, dan wordt het heel moeilijk voor Magnus om dat allemaal dicht te rijden. Want dat deed hij nu ook niet met deze stint. Dus als het dan puur uit de freshness van de banden moet komen, ja... Dat wordt moeilijk. Berman faalde een overtake op Sargeant. En we hebben geel. Oh my god. Hij blijft lang staan. Het is Berman. Het is Berman. Berman crasht. Oh my god. Oh my god. Nou, weg plaats 20. Within a split second, the impact's made. And all it can take is one mistake. One momentary lapse of concentration. Minor damage, chassis, rear wing, suspension. Nee! En zijn band is meteen 24%. What the fuck heeft hij gedaan, jongen? Nou ja, dan moeten we wel naar de harde band. Succes. Gaan we doorrijden? Ja, we moeten wel doorrijden. De kans van P20 voor de sponsor money die bestaat, die is aanwezig. Ach, jezus. Maar ja, dan moet... Hij is al traag. Hij wordt al trager door de band. En for some reason is de band dus van 80% meteen naar 20% gegaan door die crash. Verschrikkelijk. En nu gaat hij nog trager rijden door al zijn schade. En doordat hij de hardste band heeft. Maar hopelijk wel tot de finish. Oh, we gaan daar door de safety car. En dan hopen dat we één plek kunnen pakken. Dat is dan de grote hoop. Heel veel succes. Hij haalt het net. Okay, so ahead of you, you have Joe. Cornering speed gaat naar beneden. Cornering speed gaat naar beneden. Cornering speed. Overal gaat de cornering speed naar beneden. En daar zijn we al zo slecht mee. Dus ja. Ik verwacht ook... Hij ging naast Joe de pits in. Dat als Joe nog een keer gaat pitten... Met frisse banden komt hij dus net dan bij Bea. Haalt hij Bea in en klaar. Dan zie ik dat het klaar is. Als er niks anders gebeurt. Kan ook nog altijd iemand uitvallen. Leclerc en Verstappen en Norris zitten nog steeds stuivertje te wisselen. Wie hem gaat pakken? Ja, Lando Norris is de leider in het kampioenschap. Maar als het zo zou eindigen vandaag.
dan zie je dat Max Verstappen gelijk komt te staan met Lando Norris. Als het zo eindigt zoals het nu staat, met Lando op 3 en Max op 1 met de snelste raceronde, dan staan ze beide op 106 punten. Ik hoop stiekem dat ze gewoon weer crashen. Dat zou toch grappig zijn? Als al die toppers weer gaan crashen, of in ieder geval een aantal van hen. Man, man, man. Ik zou dat echt hilarisch vinden. Nou ja, daar zie je dus Leclerc. Die gaat daar dan weer achter. En zo heb je dus deze 5-way. Piastri kan nooit bijblijven voor some reason. Die heeft echt veel minder pace in deze sim. Max gaat binnenkort toch stoppen met F1. Laten we nog even genieten als hij wint. Precies. Maar wie weet wint hij niet. Het gat naar Guanyu Zhou wordt alleen maar groter bij Bea, zo te zien. Ai, ai, ai. Nog steeds is zijn motor niet oververhit geraakt. Dus dat is wel weer mooi. Motor raakt niet oververhit. Dus dat kunnen we wel gebruiken voor wat extra pace. Maar nee, hij valt helemaal weg, joh. En we moeten sowieso standaard pace rijden. Anders raak je oververhit. En dat is ook echt helemaal niks. En Ricciardo, die zit binnen een seconde, maar ook weer niet. Hij heeft geen DRS. Dat was zo sad. Hij heeft net geen DRS. Hier ook net niet. Terwijl Magnussen het wel net hebben op Albon, maar Albon heeft net wat meer pace en dan heb je ook Correa daar. Nou, ik ben zo benieuwd hoe dit allemaal gaat. Confidence van Ricciardo is nog steeds medium. Confidence van Berman is weer helemaal naar beneden. Vandaar dat hij waarschijnlijk ook weer wat trager rijdt. Ik weet het ook allemaal niet. Het is echt verschrikkelijk met Berman. Terwijl we Berman zo best wel redelijk mee reden. En Ricciardo juist niet zo goed mee reden. Volg het allemaal niet meer. De DRS gaat open bij Magnussen, die nu op 3/10 van Albon zit. En het gat wordt daardoor alleen maar groter nu tussen Ricciardo. En zo zie je hoe belangrijk het is om in die DRS te kunnen zitten. Dus laten wij wat deployen, want ik zie dat onze batterij weer netjes is. Wat moeten we nu met Berman? Ja, vertel mij hier. Wat moeten we met Ollie Berman doen? En kan ik dat ook doen met Ricciardo? Zo ineens niet meer oververhit raak. Want bij Ricciardo zijn we wel oververhit. Dus daar hebben we wel powertrain wear. Kijk, powertrain temperature 123 graden. En dan zie je overheating. Powertrain wear rate 3 streepjes omhoog bij 123 graden. Dus kun je nagaan. Oh, nee! Hebben we het gejinxed? Hij is weer rood. It's happening again. No, de motor bleef zo lekker. Oh my god. Nou, Berman kunnen we ook niet meer overhit draaien. Ik heb blijkbaar iets veranderd waardoor die wel herkent dat het oververhit is. Dat had ik niet moeten doen. Dan moet hij wel met liftoff. Dan moet Bea maar met liftoff rijden. Helaas. Ik raak ook oververhit als je mij zou managen. Damn. Hey, Correa die ging wijd. En die zit voor ons. Oh, oh, oh. Viel wel mee. Hi-ha-ho. Valve has now officially announced its new game Deadlock. You can now freely talk about Deadlock publicly. You can stream it. You can make content around it. Release date to be announced. Nou, dan moet ik van Robin nog maar even Deadlock krijgen qua invite. Want die werd daarvoor uitgenodigd op Steam. Heel speciaal is dat, dat jij daarvoor werd uitgenodigd. Ik nog steeds niet. Alright. Nu zetten we de batterij weer op medium. Maar hallo, we gaan Magnussen gewoon voorbij. En Albon gaat stuk aan Correa.
rescue them. Ja, nee, maar jij kan mij uitnodigen zodat ik hem ook krijg op Steam, liever. Dat zei ik je nog. Van, jij kan mij inviten daar. Dan kan ik meteen ook meedoen om hem uit te proberen. Nu mag je het streamen. En mag je erover praten dat hij überhaupt bestaat. Want dat mocht niet. Je mocht niet eens zeggen dat hij bestond. Wat heel apart is. Want ze gaven dus random aan allemaal mensen. Car ahead is Albon. Car ahead is Albon. En car in the lead is Charles Leclerc. En Lando Norris er nu op 2 dus. Maar Norris zit dus op de rode band. Maar zit hij dan zijn band te conserveren? Nee, die gaat ook sowieso moeten pitten allemaal. Die gaan allemaal pitstops moeten doen. Maar dat kunnen ze wel makkelijk doen. Want het verschil is alweer 30 seconden met freaking Ricciardo. En 1 minuut 8 met Berman. Dus dat kunnen ze makkelijk doen. But still interesting. En ook interessant dat van Stroll naar Ricciardo is maar 10 seconden op dit moment. Dus als Stroll nu zou pitten, zou die eerst achter Ricciardo komen. Maar ja, die zou dan wel de overspeed hebben. En genoeg hebben. Dus is allemaal een beetje exciting, spannend. Je weet maar nooit. Het is niet veel kans voor punten. Maar we zouden zomaar in de punten kunnen komen als het een beetje naar ons toe komt. Alhoewel je de Tsunoda en Hülkenberg... Hülkenberg, jezus, die gaat hard door de harde band. Die is gewoon alleen maar aan het pushen op de harde band. En die loopt maar 3 seconden voor ons. Tsunoda zou dan nog altijd eerder in die top 10 dippen door zijn harde bandstrategie. Dan kan de Japaner weer met een punt. En ja, Bea die zit nu op 22,9 van Joe. Dus hij rijdt iets trager dan Joe. Tires have stabilized. Nou, dat is mooi. Goed geresearched, lieverd. Ik ben trots op je. Ach joh, hij mist ook gewoon een heel stuk van zachte vleugel. maar wie weet gaf dat wel betere downforce. Rijdt hij er alleen maar sterker van? Dat zou toch ook kunnen? Tuurlijk kan dat. Ricciardo overtake Correa. En nu hebben we Albon voor ons. Nou, lekker bezig. Dan hebben we dus de DRS van Alex Albon. En doen we nu een beetje daarvoor in mee. Het lijkt alleen maar alsof we sneller gaan. Dat is nog wel netjes. Nu 11 seconden naar Stroll. 12. Piastri, Russell zitten ook met elkaar te stoeien. Leclerc, Verstappen, Norris zitten ook met elkaar te stoeien. Sainz een beetje. Alhoewel Leclerc dus nu buiten de DRS is van iedereen. Dus die heeft zijn voorsprong genomen. Wij zitten nu voor iedereen. Wat best wel een beetje gek is. Want die gaan sowieso DRS weer krijgen op Ricciardo. Ik heb liever dat wij met de DRS worden gepusht dan andersom. Maar een mooie overtake van Ricciardo op Alexander Albon. Royo. Als hij maar niet dan meteen door 2 wordt gepakt of 3 wordt gepakt. En als hij maar in een seconde kan blijven. Maar kijk dan, meteen 17e los, Albon. 19e. Dat gaat niet een seconde worden ineens. Dat kan je me niet wijsmaken. Nog 15e staat er. 1 seconde. Oh! En daar is volgens mij het punt. Dan rijdt hij weg. Dan is het nu tijd dat hij wegrijdt. Nou, dat kan. Oh, we hadden toch nog wel DRS. Maar hij rijdt wel hard. Jeetje mine, wat rijdt hij hard. Zal ik gewoon dit doen? We hebben hier nu geen DRS, though. Albon die heeft er zin in om weg te rijden en Correa gaat ons pakken.
dan denk ik niet dat we Albon bij kunnen houden. En we hebben überhaupt geen batterij, joh. Heel klein beetje pushen op de motor, ondanks dat hij dus extreem veel wear geeft aan de engine op dit moment met 123 graden. Maar het ziet eruit dat we hem niet meer bij kunnen houden. Oké, okay. Nou, fuck it dan. Dat doe ik wel even een top-upje. Even top-uppen. Laten we dat gaan doen. En dan hopen dat deze... Oh ja, yeah, never mind. De medium tire goers gaan lekker hier, oh. Albon heeft hier weer wat moeite, though. Kijk, 1.2, 1.3. Okay. Misschien is het alleen maar goed dat Korea er weer tussen komt, want ik zie 1.0, 1.2. Kom op, Korea! Wees de link! De missing link. Dat is hij niet. Dat is jammer. Leclerc, in pit. Degene die aan de leiding was, die was aan het pushen. En die gaat nu naar de medium band voor de laatste 16 rondes. Dat is ook wel weer interessant, omdat misschien sommigen geen softband meer over hebben. Wow, what the heck? Korea zit dus weer bij Albon. Ricciardo heeft net geen DRS, maar wat daar ook gebeurde, joh. Magnussen in de pits. Maar die zat al achter ons, dus dat is dus extra droog. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan gaat. Gasly ook in de pits, zit ook dik al achter ons. Korea is, die heeft Albon te pakken. Albon zakt weer helemaal weg. Dus ze zijn aan het klooien met hun instellingen, volgens mij. Leclerc! Ciao, Leclerc! Wow, iedereen gaat pitten. Ook Guan Yu Zhou. Please, een fout in de pit. Nee, hoor. Nou ja, dan weet je dat hij er gewoon voor komt. Want daar is Berman. Er moet echt iets geks gebeuren, wil Berman weer sponsor objective halen. We hadden gewoon 21ste moeten doen. Ik durf niks meer te doen met sponsor objectives. Maar 4.1 seconde naar Joe op snellere banden. Ja, dat is niet goed. Maar ja, hij heeft schade. Lando Norris gaat pitten. Lando Norris met zijn laatste pitstop. Daar hebben we Leclerc. Leclerc komt sowieso voor hem. Lando pit naar ook geel. Net achter Leclerc. Goeie undercut van Charles Leclerc. En nu is het richting de finish. Natuurlijk moet Norris nog even opwarmen met de banden. Dus ja, ik ben benieuwd. Oh, Albon zit nu weer achter ons, hoor. En wij hebben net geen DRS. Nee, net geen DRS van Korea hier, waardoor Albon ons hier waarschijnlijk weer gaat inhalen. Pas op, jongen. Ik ben zo bang ervoor. Hallo. Nou. En weg. En klaar. Yep. This is my pace. Dat is niet jouw pace. En klaar. 1.5 naar Albon. Yo, what the fuck. Sergeant is car behind. Are you kidding me? Then here you are, Ricciardo. Oh, de leider op dit moment gaat de pits in. That's so sad, though. That is really sad. 15 rondes te gaan. Max Verstappen gaat de pits in voor een nieuwe gele band. Perfecte pitstop. Hij heeft zoveel overspeed gehad dat hij gewoon voor Leclerc komt. Makkelijk. Damn. Want daar is Leclerc. En daar is Verstappen. Verstappen komt ver voor Leclerc en Norris met een latere pitstop. Goed bepiepeld. Ach, we komen toch nog in de DRS? Wow. Ik hoop het. Ja, we hebben DRS weer. Let's go.
Max Verstappen. Ja, Bea is useless, man. Wordt Bea nou alweer bijna ingehaald? Door Sainz en Perez? Ja. My goodness. Hij wordt nu alweer bijna gelapt. En wij hopen gewoon nog op één crash. Dan heeft Bea die sponsor money. Ja, daarom kunnen we Bea niet retiren. Want als één iemand crasht, als één iemand iets geks doet, dan heeft Bea gewoon de full sponsor money voor ons binnengehaald. Dat is toch weer een 500.000. En Ricciardo zit toch weer in de DRS met Albon en Correa. Oh, was dit? Oh my god. Er gebeuren gekke dingen hier. Dus conference gaat er wel van naar beneden elke keer. Perez gaat de pits in. En ook Fernando Alonso gaat in de pits. Kijk, dit soort drivers, mochten die achter Ricciardo komen, waar ik niet denk, dan geloof ik alsnog dat die heel makkelijk ons weer inhalen. Maar ja. Maar hij komt makkelijk voor Ricciardo, nevermind. Alonso komt makkelijk voor Ricciardo. Ricciardo op dit moment naar P13. En Albon in de pits, die bij ons reed. Kijk, dat soort gasten geloof ik dat Ricciardo makkelijk heeft. Williams, beide in de pits. Sargent en Albon. Nou, waar is de fatale fout? Nee, er is geen fatale fout. Sargent wel. Weet ik niet. Ze gaan... Oh, die gaat naar rood. Rode wangen. Kan die 35 seconden goed maken in een paar rondjes? Dat is de grote vraag. Wie heeft nou nog niet gepit? Hulkenberg, maar die zit ook op de harde band. Maar ja, gaat hij dat halen? Hulkenbergse tire wear is echt een beetje bizar. Fernando Alonso dus met nieuwe. Stroll gaat zo meteen pitten. En ook Russell moet sowieso nog een keer pitten. En Sainz moet natuurlijk pitten. Die dus wel al Bea heeft ingehaald. En daar is Russell. George Russell into the pits. Ook naar medium. Niet naar rood. Hebben ze er echt geen rode meer over, denk ik hoor. Dan gaan ze gewoon heel hard pushen. En Hulkenberg gaat de pits in. Ja hoor. Ondanks dat hij op de harde band reed. Voor ons gaat hij de pits in. En Correa achter ons gaat de pits in. Ja. Die Haas die heeft geen tire preservation, jongen. Dat is niet normaal. Die Haas die kan gewoon geen, maar dan ook geen banden. Die brandt gewoon door de banden. Netjes hoor. Ik heb nog steeds puddingarmen. Holy smokes. Nou, dan heb je het wel weer goed gedaan. En toch weet je elke keer over dat gevoel heen te stappen. En elke keer weet je weer te poweren. Gewoon dat lekker laten. Op een gegeven moment gaat het gewoon lekker voelen. Dan geniet je ervan wanneer er wat gebeurt. Alright, Danny Rick dus op plaats 12. Moet 16e worden. De geloof dat dat heel makkelijk wel gaat. Maar, Berman, man. We missen weer money dankzij Berman. How are the tires? And I don't like that. Stroll gaat nu pitten. Als er nou voorin weer een megacrash komt, terwijl Sainz nog steeds aan het rijden is. Maar Leclerc is heel dicht bij Verstappen uiteindelijk toch gekomen. En Norris die zit er iets achter. Maar tussen Leclerc en Verstappen, als er gewoon twee mensen nu crashen, dan hebben we punten. Als er twee mensen nog uitvallen, hebben we punten. Oei, oei, oei. De standaard editie van F1 Manager is €45. Dus valt reuze mee. Kijk, Stroll komt achter Ricciardo.
Maar die gaat ons sowieso nog inhalen. Dat is dus makkelijk, want dan heb je de overspeed met frissere banden. Maar even PL voor Danny Rick met de harde bandstrategie. Ja, dat vind ik cool. Hamilton en Piastri moeten ook nog pitten, maar die lopen zo erg voor. Perez is daar wel achter gekomen, dus die verliest heel veel snelheid. En Sainz die gaat nog een keer door. Jeetje mina, gaat hij hem helemaal proberen uit te rijden of zo? Nou, dat kan niet. Je hebt nog 10 rondjes. Dat gaat niet lukken. Bea die rijdt echt heel traag. Als je ziet waar Joe is. Daar is Joe, daar is Bea. Dat is de ruimte. Ja, we kunnen er ook weinig mee. We moeten ook elke keer stilstaan. Stroll heeft nu al Ricciardo te pakken en daar gaan we ook weinig mee doen. Hamilton is in de pits geweest en die gaat er nu al netjes uit. Dan heeft hij even Tsunoda voor zich, maar ook die rijdt met oude harde bandjes. Ja, er is ook een Ultimate Edition waardoor je wat meer premium liveries kan kiezen en dergelijke. En die is volgens mij, ja, weet ik niet, €60 dan of zo. Deep breath, you're gonna be okay. Valve officially announces Deadlock, a game in early development. Twitch streamers are now free to stream Deadlock and it now has its own category on Surface. Eigen categorie op Twitch nu ook. Nice hoor, Valve die weer eens een game released, maar wel in early development. Vind ik wel bizar. Is wel cool. Ocon gaat weer pitten. The fuck? Of moest hij nog? Die moest denk ik nog. Dan komt hij achter Guan Yu Zhou bijna. Nou, de 50-50 tussen hun. 50-50. Nog 10 rondjes te gaan. Dat is wat de persoon Carlos Sainz zegt die nog steeds doorrijdt. Wat is dan het plan van Sainz? Wat is Ferrari hier aan het doen? Hopen op een rode vlag? Verstappen haalt Leclerc weer in, maar die zijn aan het stuivertje wisselen. Russell en Hamilton zijn ook aan het stuivertje wisselen. Tsunoda die rijdt daar nog netjes voor op plaats 7. Kan in één keer uitrijden na die rode vlag, kan dat succesvol voor hem zijn? Piastri gaat nu wel pitten, denk ik. Nee, hij is net voorbij. Die is ook weer voorbij de pits. Laten ze dan echt de tire wear onder de 30% gaan met kans op een lekke band? Want ja, als dat zo is, dan zijn er kansen voor Daniel Ricciardo. Het verschil met Magnussen trouwens is wel 8,3 met nog maar 10 rondes te gaan. Dus Magnussen, of Hulkenberg is dat, die zou op die mediumband zeker weten. Oh, 7,5 nu. Wow. De rondetijden zijn 2 seconden sneller. Ja, Hulkenberg kan wel Ricciardo ook pakken als hij zo door blijft gaan. Zeker weten kan hij hem pakken. Maar toch, als iemand een lekke band krijgt, meteen onder die 30% tire wear, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Mechanisch falen, overal onder de 30 kan je mechanische fouten krijgen. In ieder geval ga je flink stuk slomer. Maar dan gaat Sainz nu toch de pits in? Nee, Piastri wel. Piastri wel. Sowieso. Sowieso. Kijk, daar gaat hij. Ja. Dat kon ook niet anders. Dat kon gewoon ook niet anders dat hij nu een pissel gaat doen. Maar dan gaat hij dus naar de rode band, denk ik. Nee, hij gaat naar geel. Met nog 8 rondes. Dat is echt weird, man. That's weird. Dankjewel voor het submitten van de playtest. I appreciate that a lot. Kan ik ook even checken wat het allemaal inhoudt en zo. Dus nu ga je... Ja, die heeft geen rode band meer over waarschijnlijk. Maar frisse mediums had hij over. Dus waarom verneuk je je pace en ga je nu pas pitten? Kan iemand mij dat vertellen? Want ik begrijp dat niet. Yuki nog steeds op de puntenkoers. Maar Alonso en Piastri zijn aan het chasen. Kan hij nog in de punten blijven? Ja, Stroll ook nog aan het chasen, maar die is best ver.
Dus 10e plaats voor Tsunoda? Zou moeten kunnen. Leclerc is weer voorbij aan Verstappen. En Sainz moet nu gaan pitten. Maar hun zitten dus nu al achter hem. En ja, ook Sainz gaat in de pits. Net niet die 30% aangetikt. Maar wat is dan het idee voor Carlos Sainz? Hij is nu zoveel pace verloren. Of gewoon hopen. Ik denk echt dat het gewoon de hoop was voor safety car dan. Ik denk echt dat het de hoop was voor een safety car. Hij heeft nog wel een rode band. Maar ja, nu verlies je ook wel weer meer. Ja, ook weer niet. Want je staat nu net achter Perez, plaats 5, 10 punten. That's okay. Dat is wel okay. Ja. Hij had nog volledig frisse softs. Daar kan hij dan echt maximaal op pushen. Ja, maar toch vind ik het wel een beetje bizar. Ik vind het toch wel een beetje bijzonder. De hazen die komen eraan. Die rijden 3 seconden sneller dan Ricciardo. Maar we hoeven er ook weer niet te veel moeite aan te doen om hun achter ons te houden. Ik geloof dat punten niet werken. Oh, Guan Yu Zhou heeft een mechanische fout. Kan dat meteen even een extreem mechanische fout? Hij lost all the gear sync. Ja, die kleine mechanische fouten maken me niet uit. Bea is 26 seconden van hem verwijderd. Maar als gewoon beide Saubers uitvallen, dan word ik a happy person. Maar hij heeft gewoon even mechanisch falen. En dat maakt minder happy. Bea moet toch iedereen voorbij laten, dus die verliest zoveel tijd ten opzichte van Joe. Ja. Maar wordt het Verstappen of Leclerc? Dat is de grote vraag. Wie trekt aan het langste eind? Leclerc iets minder tire over. Maar uiteindelijk gaat het vechten tot het einde worden tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Wie wint hem? Leclerc of Verstappen? Norris gaat hem vandaag niet winnen. Op dit moment, als Leclerc hem wint met Verstappen 2 en dan de snelste raceronde, dan zou Lando Norris 15 punten erbij krijgen en Verstappen 19 punten. En dat zou Lando Norris aan de leiding leggen van dit kampioenschap. Verstappen doet hem laatste bocht. Jij denkt het wordt gewoon een switcheroo van wat er toen gebeurde in Saoedi-Arabië. Waar Leclerc Verstappen de laatste bocht pakte. Dat je dan denkt dat de final overtake is in de laatste bocht. Dit keer van Verstappen op Leclerc in plaats van andersom. Heel veel publiek daar. Ocon moet worden ingehaald. Die houdt iedereen een beetje tegen. Yuki Tsunoda heeft nu Piastri achter zich. Kan die nog die punten krijgen? Ricciardo wordt nu net ingehaald door Hülkenberg aan het einde van het rechte stuk. En ik denk dat we niet heel veel meer hier kunnen doen. Leclerc langs Verstappen. Verstappen nu de DRS op dit rechte stuk. En die gaat dan weer langs Leclerc. Daar komt hij. Toen, 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 toen. Het scheelde niks. Nou, dan verwacht ik dat Magnussen met nieuwe banden ook ons voorbij gaan. Maar dat onze strategie prima werkt op zichzelf. Alhoewel, Correa en Albon die komen er ook nog aan. Dus het wordt een close one. Oké. Je moet eigenlijk hem er even voorbij laten gaan. Dan hebben we de DRS. Maar ja, zijn driver confidence is nu very low geworden. Omdat hij elke keer wordt ingehaald. Ik vind dat wel een stom systeem. En de reden waarom ik dat een stom systeem vind is omdat hij rijdt op de harde band. Dus logisch dat hij wordt ingehaald. Dan weet je dat je een voorsprong hebt en dat je uiteindelijk terugvalt. Maar die tactiek kan je eigenlijk niet doen als je echt op de systemen van de game wil spelen. Want zijn confidence die is nu dus low, waardoor hij ook minder hard rijdt. En minder goed zijn kansen afmaakt. Dus ik ben zijn confidence helemaal aan het destroyen doordat hij terugvalt. Maar de strategie is normaal gesproken dikke prima. Ja. Maar ja, daardoor gaat Ricciardo ook Albon en Correa problemen krijgen. This is my pace.
Die hoor ik nu zo vaak. Is wel een gekke. Car behind is Albon. Dat is wel echt een beetje een apart. Maar überhaupt vind ik dat dus allemaal een beetje apart. Oeh, we blijven in de DRS. Dat is wel fijn. Car behind is now Albon. Toch? Oh, net niet. That's so sad. Oh nee, hier was de DRS. Nee, niet. DRS detectiepunt is dan veel later dan wat ik had verwacht. Ja, dan gaat Albon ons ook nog inhalen. Dan moeten we alleen hopen dat Sargeant ons niet inhaalt. En dan wordt P16 nog in gevaar. Beide sponsordingen in gevaar. En what the fuck, Beatrix zit ineens op 40 seconden van Ocon. Wat is er gebeurd? Net was het 26 seconden, nu is het 40 seconden, kan ik jullie zeggen. Da. Holy shit, ik zie zoveel creators die nu Deadlock gaan spelen. Van Valve, als ze access kunnen krijgen. Wel cool hoor. Dat is nu helemaal een hype op het internet, dat Deadlock. Iedereen is er nu mee bezig, nu men erover praat. Nou, Albon gaat ons voorbij en dan moeten we hopen dat Correa en Sargeant, dat we die... We moeten eigenlijk überhaupt hopen dat we een beetje in de... Was dit? Waarom versloom je zo? Oh my god. Sargeant kan ons naar plaats 17 brengen met nog 4 rondjes te gaan. My goodness. Dit is de meest spannende climax. Ach, we hebben ook geen DRS meer. Oké, weet je wat? Deploy, 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 deploy. Deploy. Kom op, in die DRS blijven, in die DRS blijven. In die DRS blijven van Albon, please. Push. Ik wil wel 1,5 miljoen, please. In de laatste 3 freaking rondes ook gewoon. Oei, 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 oei. 18e. Nog steeds 18e op met Albon. Die zijn zo aan hard aan het pushen. Oh my god. Nu moeten wij pushen. Ik ga expres harvesten. In de hoop dat hij erachter blijft. Blijf erachter, blijf erachter. Gewoon rechargen in de freaking zones. Ondanks dat het maar heel even is. En dan nu neutraal. Of pushen, afhankelijk van hoe snel die wegrijdt. Micromanagement. Wat zit in het woord climax? Max. Holy shit, Max Verstappen is voorbij Leclerc hoor. Het lijkt Super Max te gaan worden. Het lijkt Super Max Verstappen dag te worden. Maar kunnen wij nog die plaats 16 volhouden? We hebben de DRS. We hebben de DRS. We hebben de DRS. Maar oh, Correa zit op 1/10. Dit is a nice place to be. Ricciardo, you have to... You have to do it, mate. 16e. Dat gaat niet zomaar na een seconde. Oh god. Use overtake. 19e. Oké. Harvest, harvest, harvest. 3 laps to go. Max Verstappen aan de leiding. Lijkt hem te gaan pakken. Nee, 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 nee. Niet doen, niet doen, niet doen. Alhoewel, die Magnussen die rijdt ook niet echt weg. Oh my god, is dit de 3 laps to go? Dat is veel te close. Iedereen zit in de DRS. Deploy, 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 deploy.
Ik gebruik deploy in de bochten in de hoop dat ik binnen die seconde kan blijven. En ik gebruik opladen wanneer ik in de DRS zit, opdat ik dan achter hem gewoon kan blijven. Oké. Okay. 1.1. Nee. 0.9. 1.0. Oh god, ik heb geen DRS, hè. Ik heb geen DRS, hè. Want ik zag de lijn daar. Ik heb geen DRS. Ik heb geen DRS. Nee! Big problems. Big problems. Hij zet hem ernaast. But we have big problems. Oh god, 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 oh god. We zitten nog steeds niet in de DRS bij Albon. We zitten op 1.6. Dan wordt ook dit heel moeilijk. Oh my god, we hebben niks qua batterij. We zitten al op 0%. Hé, hey, op 127 graden is weer mijn motor niet overfit aan het worden. Oh god, ik heb niks. Ik heb niks om mezelf te verdedigen. Helemaal niks om mezelf te verdedigen. We hebben geen batterij meer. Oh god. Top up, ja. Yeah. Please. Agressief op de banden. Oh my god. Max Verstappen zit in de laatste ronde, maar die moeten we ook nog helemaal doen. De 3.8 seconden is het. Hier blijven we wel heel dichtbij. Maar als we worden ingehaald door Sargeant achter ons, dan hebben we een probleem. Dan hebben we een groot probleem. Bea is zo... What the fuck is dit? Waarom rijdt hij zo hard weg? Dat komt niet door die top-up, lijkt mij. Iedereen rijdt hard weg. Oh, wij hebben ook DRS. Correa heeft net geen DRS op Albon. Kom op, word 16e, please. Sergeant is car behind. 0.9. Hierna nog één ronde. Dit is nog niet de final lap voor ons. Maar wel voor Max Verstappen die hem gaat pakken. Sainz, die haalt Norris nog in. Met die stand. Oh god, wacht even hoor. 16e. 18e. Nee, dit is oké. Dit is oké. Dit is oké. Met deze stand wordt Max Verstappen net de nieuwe leider in het kampioenschap. Als Lando Norris dus ingehaald blijft door Carlos Sainz. En hij zit bij de DRS, Lando Norris. In de laatste ronde. What the fuck happened? Wat is hier gebeurd? Ineens meer dan een seconde verschil, maar ineens hebben we hier Albon. Oh, wow, yo man, wat een rocket ship. Max Verstappen gaat over start-finish. Charles Leclerc pakt de tweede plaats en Carlos Sainz pakt inderdaad de derde plaats. Dus inderdaad, we hebben een nieuwe leider in het kampioenschap. En hij heet Max Verstappen. Maar dan hebben we hier voor één sponsor objective in ieder geval weer. Hebben we Ricciardo die toch meer problemen had heeft dan dat we dachten. Next car up the road is Albon. Overfit op de banden. Oh man, Berman die moet ontslagen worden, baten. Berman moet ontslagen worden door die... En die chick die moet daar gaan staan, want echt waar... Berman is verschrikkelijk. Sargeant zit niet meer in de DRS achter ons. Oh, let's go. Heeft hij zichzelf overshoot? Let's go. Use the overtake button. Laatste kans om toch nog een plek te pakken. Yo, Berman in China ook verschrikkelijk slecht. Altijd slecht, Berman. Hij heeft nu zoveel slechte... Hij raakt niet eens de medium sponsor goals meer. Hij doet het echt niet meer. Ricciardo, die heeft echt race after race succes. En nu ook met een mooie P15. En dat is een heel goed resultaat. Jeebus kriebus, man. Jeebus kriebus, wat een spanning. Maar we hebben hem nog even gepakt, die Albon. En ja, wat Bea heeft gedaan, ik heb geen idee. De drivers maken hun weg terug naar de pitlane... Danny Rick is blij. Nou, ik weet het niet hoor. Well, Max Verstappen can add yet another podium to his already impressive record.
Bea, je moet wegpleiten. Nou. Ik weet niet wanneer we hem weg mogen doen. Maar die vrouw die zou nog beter zijn. En Kimi Antonelli ook. Maar die mag nog niet rijden. Die mag vanaf volgend jaar pas rijden. Dus ik dacht, die vrouw als tweede coureur. Berman als affiliate driver of zo. Kimi Antonelli als affiliate driver. En Ricciardo en die vrouw dit seizoen. Ja, dat dacht ik. Anders doe je mij als tweede coureur. Jij bent de eerste coureur als jij rijdt. Max Verstappen met dus 112 punten. Er zijn 30 punten bijgekomen dit weekend door de sprint. Lando Norris gaat dus één plekje naar beneden. En Max Verstappen gaat twee plekken naar voren trouwens. Carlos Sainz, Sergio Perez twee plekken naar achter. En dan zien we ook Leclerc, Alonso, Piastri, Russell en Hamilton. Want de resultaten zijn heel duidelijk. Yuki Tsunoda heeft nog met 1/10 verschil op Lance Stroll een punt weten te krijgen. 1/10 was het naar start-finish. Dus Yuki heeft net weer een puntje voor RB weten te pakken. Het scheelde helemaal niks. Daniel Ricciardo dus 3 punten gestegen. Of 3 plekken gestegen. Oliver Berman 5 plekken gezakt en echt gecrashed en weer alles. We hebben echt nu constant problemen met Berman. We staan niet in de snelste pitstops. Hun gaan nog altijd vooruit met pitstops. Wij kunnen dat niet doen. 2.6 was nog wel een leuke. Oh ja, Ricciardo had ook nog eens een hele trage pitstop bij de eerste keer. Maar de rode vlag, ja, nou ja, die verandert wel dingen. 20ste of hoger. Het is 21ste, maar bij Ricciardo werd hij precies 16e. Of hij werd 15e en moest 16e worden of hoger. Dus dan hebben we in ieder geval daar wat money bij. Onze race engineer van Berman, die heeft een hogere rating. Ja, je bent wel aan het bouwen natuurlijk met ook hun staafdingen. En hij mist natuurlijk ook weer allemaal onderdelen. Het is verschrikkelijk. Hij is ook unhappy en Tom Stellert is unhappy. Dus nu ineens worden ze allemaal weer unhappy. Echt serieus. Echt serieus. Waarom? Stop ermee. Stop er gewoon mee. Upgrade de teamhub maar. Voor betere mentaliteit. Dat is wat we gaan doen. Kost 1,5 miljoen. Ja. Ladies and gentlemen, people. De transition werkt nooit. For some reason. Maar I thank you all for watching. Dit was weer een bijzondere. Ja, de teamhub was 1,5 miljoen. Maar ja, ach. Dat leggen we zo neer. Zo rijk zijn we wel. Ik hoop dat je hebt genoten. Voor onze F1 liefhebbers. Het was bijzonder weer. Het was bizar. Het was op een of andere manier nog super spannend hoe beide strategieën heel dicht bij elkaar kwamen. Compleet andere strategieën. En toch lagen ze echt gewoon super close op elkaar. But we made it work met Ricciardo. Leuk met die rode vlag. Met ook weer mechanisch falen zien. Hoe dat dan zo helemaal in vlammen verdwijnt. Thank you for socializing. Voor iedereen die in de chat kwam chatten. Thank you for the support. Voor iedereen die wat support gaf. Thank you for following. Thank you voor het kijken op TikTok en op YouTube Shorts. Dan keek je naar een stream voor in ieder geval. Ik ben even alle woorden kwijt. Maar main livestream is op twitch.tv/boogie1611. En zoals Thomas zegt, was een mooie en gekke race tegelijk. En thank you for existing, gewoon Robin. Want zonder gewoon Robin, ja, dan is er ook geen Spooky 1611. Zonder alle support ook niet, maar zonder gewoon Robin ook niet. See you next time bij een volgende livestream. En dat is hopelijk morgen. Maar wat ik ga doen? I don't know. Oh my god, de koning wordt opgegeten! Hoe zin je?
Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je maar. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? Hij klopt heel hard. Oh shit, ze komen. De hele tijd stil, ineens zie je... Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get out! Die animatie, please! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je het door ziet. What the hell? Dat gebeurt niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Wat? Huh? Wat ben ik? Nee! Ja, Rijnbouw! Het is een spel! Oh. Oh shit! Wat? Nee! Hoe kreeg je dat nog? Dat is insane! Kunnen ze dat opstorten? Oh! Ik heb hem gedownd met mijn flerken! Relax, jongen! Oh! Kom maar, folks, hé! Nee. Wat? Au. Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.